Ik heb best wel veel gesprekken gehad met directie over wat ik volgend jaar graag wil. En ik weet niet of ik al mag vertellen wat ik volgend jaar ga doen. Maar ik kan wel pas aan jullie vertellen dat ik 3 dagen per week ga werken. Waarvan ik 2 dagen mag gaan doen wat ik heel graag wilde. Ik blijf het zeggen, maar de progressie die we maken als groep is echt bizar. Als ik kijk hoeveel aardiger ze tegen elkaar zijn, hoeveel harder ze werken, hoeveel enthousiaster ze zijn. En het is echt bloedheet. En eigenlijk is dit haar echt niet zo chill voor de zomer. Verder wil ik het eigenlijk daar niet echt meer over hebben in mijn vlogs, want de comments van mijn vorige vlog gaan dan weer alleen maar daarop in. Dit is mijn berging dus. Dus nu, het lijkt echt 1 grote ellende, dat is het ook nu. Niemand, Aarde heeft mij ooit zo rood gezien, inclusief ikzelf. En jullie zijn nu dus de eerste die dat gaan zien. Zij is gewoon vroeger getraumatiseerd, daarom hebben we haar ook geadopteerd. Maar dit schijnt ook tegen dark spots te helpen. Charlotte's onderbewustzijn werkt het goed samen met haar bewustzijn. Tampons, lippenbozen. En hier woonde ik dan, herkennen jullie het nog? Kijk! Oude plekkie. Mooi hè? Ja, dat is mooi. En dit is dus mijn shoplog als zomerjurkje. Dit topje is wel heel mooi zeg. Met dus een ingebouwde BH erin. Oh, zeg maar als je dat ik goed heb geboord. Waar je dus rekening mee moet houden als je net als ik dus voor dezelfde lampjes gaat. Is even de lamp aan de rond. Ik ga even het laatste lampje erin doen. Is echt prachtig samen, dus ik ben er heel blij mee. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is een hele mooie dag gelukkig. Qua slaap ongeveer 3 uur, dus dat is jammer. Maar vandaag gaan we een hele leuke dag hebben, want kinderen mogen als beloning picknicken. Dus ik heb ook helemaal leuk mijn strandtasje mee. En ja, hoe gezellig is dat? Ik ga even kijken afhankelijk van hoe het gaat. Qua spanningsboog, hoe lang we gaan. Ik dacht maximaal 1 uurtje, maar mocht het nou zo leuk zijn en zo goed gaan, blijf ik gewoon lekker wat langer. Want die beloning hebben we al bedacht, echt de eerste week dat ik daar ging werken ofzo. Dus lekker bezig met eten maken. Ik heb lekker mijn hele strandtas vol en nu gaan we even lekker eggies eten. Wij gaan picknicken als beloning wat de kinderen hebben verdiend. Wow, ik heb volgens mij voor het eerst niet in de ochtend gevlogd dat ik de stoelen eraf ging halen. Ja, ik was er gewoon even helemaal niet mee bezig. Ik moest even wat dingetjes doen en zo. En ook vergeten te vertellen wat we dus gingen doen. Maar vandaag gingen we tot een beloning. Omdat we met Class Dojo, met die monstertjes, 1500 punten hadden gehaald. Gingen we dus vandaag picknicken. En er ging 1 ouder mee. En iedereen had kleedjes en lekker eten. En de sfeer was zo goed. En ze luisterden allemaal zo goed. Dat was zielig, want er waren er 3 ziek. Dus die waren er niet bij. Maar het was echt zo'n fijne dag. En de picknick was zo leuk. En de middag was ook zo leuk. Het ging over de toekomst. Dus ze waren bezig met tekeningen over hoe de toekomst eruit zou zien. Er kwamen echt waanzinnig leuke dingen kwamen eruit. En het was echt een heerlijk dagje eigenlijk. Ja, en ik heb dus maar 3 uur geslapen, maar het ging heel goed. Leuk, fijn, heel blij mee. Nu ga ik meteen even mijn bord er zo klaarmaken. Dan ga ik zo eventjes boven pauze houden. Dat is ook wel een keer leuk, doe ik nooit. En dan heb ik verder niks te melden. Lekker tijdens, ik probeer heel erg tijdens het werken. En zodra ik niet met kinderen 1 op 1 hoef te werken of in groepjes, probeer ik dus mijn rondje te lopen. Hebben ze vraagtekenblokjes en dan kan je direct naar kijken. Dus dat scheelt ook heel veel tijd. We hebben op maandag een onderwijsassistent, dus die heeft ook al wat rekenen nagekeken. Dus dat hoef ik lekker niet te doen. Dus ja, lekker middagje denk ik. Nou jongens, de bank is weer aan de kant, want het is weer massage time. Komt over een paar minuten om 7 uur en ik heb er echt heel veel zin in. Maar hierna ga ik het niet meer doen hoor, want ik neem aan dat hierna de rugpijn wel weg is. Groot ergens hè. Anders wordt het echt te duur. Nou, klaar voor een massagesalon hier zo. Morgen allemaal, het is dinsdag. Ik ben even mijn make-up aan het doen, maar ik vroeg me af. Ik weet niet of ik het al in mijn vlog... Nee, ik denk dat ik het nu voor het eerst aan jullie ga laten zien. Kijk, zien jullie wat nieuws? Ik ben heel benieuwd of je het nu ziet. Zien jullie wat nieuws? Het is nu dinsdag. Zondag heeft heel voor mij 2 nieuwe lampen opgehangen. En daar ga ik jullie even wat over vertellen. Ik had natuurlijk alle lampen in mijn huis in principe af. Overal hingen lampen. Maar toen kreeg ik de vraag van de mensen van lampenlicht.nl of ik het leuk vond om daar bij hun te shoppen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk heb ik qua lampen niet heel veel passie in mijn huis gestopt. Ik bedoel, ik heb in de gang die leuke lamp van mijn oma en een leuke matching lamp. Maar verder was allemaal gewoon
zo makkelijk mogelijk bij de IKEA. Dus toen dacht ik, dat vind ik wel superleuk. En ze hebben daar dus allerlei soorten lampen. Ik heb er best wel lang over gedaan om deze keuze te maken, want er was zoveel keuze. Ze zijn super betaalbaar. Ze leveren mega snel, gewoon de volgende dag. En ik heb dus echt twee beetje statement pieces gekozen. En Heel heeft ze dus al voor mij opgehangen. Dat heb ik even voor jullie gefilmd, dus dat zal ik even laten zien. Kijk. Eens even de lamp aan de rond. De lamp die gaat erop. Kan ik op de tafel staan? Wow, dat was echt heel snel. En nu komt de elektriciteitstest. Gaat hij het doen? Ja! Woehoe! Ideaal zijn klusjes, man. Nu zitten ook de palen zeg maar goed weer in. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is overal een lampje in. We hebben al even getest of het doet. En de bolletjes erop draaien en dan hangt deze al. Vet mooi. Ja, kijk hoe leuk het wordt. De ballen gaan erop. Lampjes zitten erin. Die kon je gewoon klikken. Dan moet je hem even goed afzetten, zodat die ballen niet tegen het plafond aankomen, zeg maar. Dat kan je dan met die inbus doen. En dat is ook helemaal mooi. En ze hebben dus op de website al super veel korting. Dus check dat zeker als je nog denkt, hey, ik heb ook nieuwe lampen nodig of ik ben verhuisd of ik ben wat toe aan iets nieuws of wat dan ook. Maar met mijn kortingscode Charlotte10 krijg je dus nog extra korting bovenop die korting. En de lampen die ik heb, mocht je die ook leuk vinden, die hadden dus 40% korting of zo. Heel veel ging er van het bedrag af. Daardoor had ik ook genoeg shopping money om deze te kopen. Vergeet niet ook nog lampjes erbij te bestellen als je, ja, die kan je daar meteen bij bestellen. Dat heb ik ook gedaan. En ik ga dus later deze week ermee verder. Want ik heb vrij fel licht gekozen. Wel warm, maar vrij fel. Omdat ik ze wil kunnen dimmen. Dat zal ik ook eventjes laten zien. Kijk, en dit is hem dan. Echt zo'n mooie lamp. Prachtig. Echt te gek. Heel mooi warm licht. Hij is alleen nog wat te fel. Dus ik ga er nog dimmers op zetten. Dat ga ik eind van deze week doen. Dus kijk vooral tot het einde van de vlog. Om te zien hoe dat gaat. Dat is ook nog wel een dingetje denk ik om dat aan te sluiten. Maar dat is zo mooi. Het glas is ook zo mooi. Zo tof. Kijk, als je hem uitdoet is hij ook echt prachtig. Het is dus een soort van, ja, het is geen smoke wat je heel vaak ziet. Vaak zijn die bollen van dat smoke kleur, maar dit is gewoon echt een beetje goud. Een hele mooie, je ziet mij ook, kleurmessing met een soort van gouden ballen. En dan die lampjes die erin zitten zijn heel minimaal, die zie je bijna niet. Echt te gek. En het kleurt zo mooi bij dit, bij die zwarte deur, bij die beige kleur. Het was hier echt perfect in het geheel qua kleurenpalet. Prachtig. En deze is dus echt meer geelgoud. En dat vond ik voor de slaapkamer eigenlijk wel heel erg tof. En deze lampen zijn dus helemaal doorzichtig van glas. Een soort van, je had hem dus ook dat hij rechtop staat. Maar ik vond het hangende effect heel cool. Zo ziet hij er dus uit als hij aanstaat. Oh, ik moet er nog één lampje in hangen. Zie je dat? Daar? Ik moet er nog één lichtje in doen. En dit is dus uit. En deze ga ik dus ook nog dimmen. Zodat je dus zelf kunt kiezen, ja, hoe fel je het in de kamer wil hebben. Deze vind ik ook als hij uitstaat, net als die ander, zo mooi. Vaak vind ik lampen als ze uitstaan best wel saai, maar deze zijn echt uit ook prachtig. En het kleurt ook helemaal goed hier bij de kleuren van de kamer. Deze had ik expres al niet opgehangen, omdat ik nog even aan jullie wilde laten zien welke ik dus heb. Ik heb deze lampjes dus erin, LED G9. Het is dus dimbaar en lekker mooi warm licht, daar hou ik van. Die zijn dus super mini en die zitten in beide lampen, dus ik had echt, wat is het, 21 of zo. Dit soort doosjes. Kijk. Super inie mini. Deze moet er dus als enige nog even in. Dus later deze week, ik denk op zondag pas, dus kijk zeker even door tot het eind van de vlog, ga ik even helemaal aan de slag met dimmers en zo. En dan kunnen ze mooi lichter en donkerder worden gezet. Ik ben er in ieder geval super blij mee. Ik vind ze echt te gek. Laat me weten wat jij van mijn lampen vindt. En ja, mocht je dus ook leuke lampen willen, je kunt je laten inspireren door mij. Of gewoon even zelf een kijkje nemen op de website. Als je gaat shoppen, vergeet dus in ieder geval niet Charlotte 10 te gebruiken voor nog meer korting dan er al is. En nu moet ik gaan opschieten, want ik moet naar mijn werk. Goedemorgen lieve mensen, het is vandaag een hele warme dag. Nou, morgen wordt het echt 29 graden. Vandaag ook al 25. De massage was trouwens weer echt zo goed, maar het is wel heftig. Je merkt de dag erna dat je er heel erg moe van bent. Maar het was zo bizar goed. Dus mocht je een beest wonen en je wil zijn nummer laten weten. Het is echt, ja, deep tissue sportsmassage. Echt niet normaal. Zoveel pijn. Ik zei, het voelt alsof je mijn huid eraf aan het trekken bent. En alsof ik helemaal in brand sta. Hij zei dat het wel minder erg was dan vorige keer. De tenseness. Maar hij zei dat ik eigenlijk 2 weken moet stoppen met krachttraining. Omdat het zo gespannen is. Dan zei ik, nou, dat doe ik wel als ik op vakantie ga eind augustus. Want ik wilde niet stoppen. En ja, het was gewoon echt heel erg nodig. Zoveel pijn, nog steeds niet goed hoor, maar
Het was wel lekker. Nou ja, lekker. Heel pijnlijk, maar toch lekker. De kinderen hebben nu gym en oh my god, het gaat zo goed. Blijf het zeggen, maar de progressie die we maken als groep is echt bizar. Als ik kijk hoeveel aardiger ze tegen elkaar zijn, hoeveel harder ze werken, hoeveel enthousiaster ze zijn, hoeveel meer een betere werkhouding, hoeveel liever, hoeveel beter ze luisteren, hoeveel meer we gedaan krijgen op een dag, hoeveel tijd we hebben voor extra dingen. Het is echt top. Echt zo leuk. Ik ben ook echt zoveel blijer. Omdat je echt nu merkt dat, ja, normaal heb ik natuurlijk die gouden weken, die heb ik niet gehad, want ik pas in januari startte, dus ik merk zoveel verschil. Echt fantastisch. We zijn nu hele leuke robotjes aan het knutselen. We hadden dus gewoon tijd over om nog een tweede knutsel te maken bij Da Vinci. Omdat het allemaal zo lekker rap gaat. En het is natuurlijk ook richting het einde van het jaar. Dus echt heel leuk. Heel blij. En wat met de brandoefening, dat ging ook echt super goed. Echt, iedereen luisterde echt perfect. We waren in 4 minuten met de hele school buiten. Echt zo fijn. Kijk nou hoe leuk. We zijn dit aan het maken. Heerlijke chaos. Dat laat ik dus ook echt gebeuren. Omdat het gewoon heerlijk voor die kids. En ook zo leuk. Die materialen zijn gewoon gepakt door kinderen uit deze klas. Gewoon, dit is door kinderen ergens opgehaald bij de kleuters en verzameld. En ze kunnen al zoveel meer zelf. Echt toppie. En het is hier lekker een heerlijk georganiseerd zooitje. Ik heb ook nu iets van, we hebben straks maar een half uur als ze uit de gym komen. En eerst zou ik dan hebben gedacht van, nee, we moeten voor gym alles opruimen, want anders kan het niet. Terwijl we hebben maar 20 minuten geknutseld voor de gym, dus vroeger had ik nooit meer geknutseld. Maar nu denk ik, nou, na de gym nog even een kwartiertje knutselen. Dan even 10 minuten heel goed opruimen, wat eerst een half uur duurde. En dan kan je gewoon veel meer doen. Echt top. Het is wel bloedheet. 3 keer raden wie er heel erg blij is. Heel bezweet overigens, maar heel blij. En ik ga jullie straks vertellen waarom. Ja, ik heb best wel veel gesprekken gehad met directie over wat ik volgend jaar graag wil. En ik weet niet of ik al mag vertellen wat ik volgend jaar ga doen. Maar ik kan wel pas aan jullie vertellen dat ik 3 dagen per week ga werken. Waarvan ik 2 dagen mag gaan doen wat ik heel graag wilde. En ik was natuurlijk al gestopt met leerkracht zijn. Ik ben op deze school komen werken om eigenlijk de directeur, de school en mijn moeder te helpen. Omdat ze dus haar collega wilde stoppen. En daarom ben ik voor de klas gegaan en het was heel erg leuk. Maar ik wilde het liefst wat anders doen. En ik heb net heel goed nieuws gekregen daarover. Dus ik weet niet of ik al echt mag gaan zeggen wat ik ga doen. Maar dat moet ik eerst even checken. Maar je weet het misschien nu ongeveer. Ik zal het even laten weten als ik het weet. Maar ik blijf dus zeker op deze school. Het is een hele leuke school. Een hele goede school ook. Ik vind vooral door de inspectie het onderwijs op deze school echt zo goed. De power, de drive. Heel veel gedreven, nieuwere leerkrachten die ik juist echt... Sommige mensen denken, oh nieuw, nieuw. Die zijn juist zo ontzettend goed en hebben zoveel kennis. En heel veel ervaring al. Ook veel mensen die al langer werken. Of mensen zoals ik die 9 jaar of zo in het onderwijs zitten. Maar het team is zo leuk. De sfeer op school is echt goed. De mensen werken echt heel hard. Dus ik wilde heel graag op deze school blijven. En ja. Ik heb dus net positief nieuws gekregen. En ik ben zo blij. En dan 1 dag in de week iets wat ik iets minder graag wilde. Maar wat ik ook wel een leuke uitdaging vind. Dus ik laat het jullie zo snel mogelijk weten. En ik zweep me helemaal het labblazers. Dus ik ga dit allemaal in de was gooien. Want het is letterlijk nat. Al wat ook al leuk was. Want ik laatst ook had verteld. Er is een meisje. Die, ja, ik heel erg help met haar gedrag en zo. En zij gaat ongelooflijk goed. En ze had dus laatst ervoor gekozen als beloning. Wat dan wel goed voor haar zou werken. Dat ze graag naar school bij de juf wilde blijven. En vandaag was het 2e keer dat we dat hebben gedaan. Dus ze mocht gewoon 1 uur bij mij blijven. Samen nakijken, kinderen voor kinderen luisteren. Ik had dus speciaal voor haar een glutenvrij snackje gekocht. Samen het bord gemaakt. Schriftjes opgeruimd in de laadjes. En lekker een komkommertje gegeten. Nog een beetje avocado. En niet eens echt kletsen. Het is ook echt voor mij totaal geen last. Gewoon gezellig met je helpen. En dat was ook zo leuk. En dat vind ik dan zo geweldig dat het zo goed met haar gaat. En ook dus mede door gewoon, ja, hoe we het allemaal doen in de groep. En dat zo'n beloning dan zo goed voor haar werkt. En ja, maakt me heel blij. En ik heb met mijn oude directeur gesproken, want haar moest ik spreken over een leerling in de klas van mijn oude school. Dat was ook heel leuk om haar weer een keer te spreken. Dus ja, allemaal heel leuk. En morgen ga ik dus extra werken om de school te helpen, want we hebben een zieke. En ik dacht, ik ben al zo ver met editen dat ik het me wel kan permitteren. En nu ga ik echt douchen en water drinken, want ik ga dood van de warmte echt. Hoe warm is het hier? Binnen is het trouwens goed. Binnen is het maar 23 graden, dus mijn huis koelt gelukkig echt goed. Daar ben ik heel blij mee, want op school was er iets mis.
Moet ze even gaan checken, want daar hoort het juist heel goed te zijn. Eindelijk weer lekker gezonde boodschapjes. Ik heb blauwe bessen, frambozen, bramen, aardbeien, watermeloen, selderij, keukenrollen. Mango, wc-papier, bananen, komkommer, paprika. Dit. Mocht je ook 10 euro willen bij Picnic, korting als je nieuw bent. Kijk even in mijn beschrijving. Geen samenwerking, maar dan krijg ik ook 10 euro korting. Oh nee, het is 2 uur dat ik ga nu naar huis, maar ik bedenk me dat ik helemaal niet heb gevlogd. Want ik was heel lang met ouders en collega's en mijn moeder aan het praten. Toen ben ik helemaal ook vergeten om hele leuke knutsels te filmen en zo, maar goed. Ik wil even mijn fiets naar boven. Oh, ik moet nog klikken. Want ik had dus bandjes besteld voor deze fiets, dus die ga ik eventjes erop zetten terwijl het 29 graden is. Maar ik dacht, misschien kan ik dan nog even lekker erop gaan fietsen. Want mijn Kangoo jumpless gaat niet door, omdat ik de enige ben die zich heeft ingezweven. Echt zo jammer. Alle jongens en meisjes vonden deze slippers trouwens echt waanzinnig. Ik had ze nog nooit aangehad. Ik had lekker de gordijnen zo dicht. Ja, ik wou wel dat Poesje nog een beetje naar buiten kon kijken. Het helemaal dicht is natuurlijk het beste. Maar op deze manier is het tenminste niet bloedheet hier. Ja, je bent een klein liefje. Je dacht zeker, hè? Is ze nu al thuis? Dat is snel. Ja. Hoe warm is het? Het is wel al 0,6 graden erbij gekomen. 23,4. Best warm nog hoor, voor een modern huis dat koelt. Oh ja, de vloer is wel koel. Cool. Het voelt niet heel heet, moet ik zeggen. Wajo, ik heb hier dus 130 euro voor betaald. Wat gestoord, dit wist ik, voor achterop. Ze hadden namelijk ook een hele mooie mand, maar dan had je geen achterop erbij. Dus daar ben ik niet voor gegaan. Dus ik was gegaan voor een rek met krat en een mand voor achter. Maar blijkbaar zit hier dus geen krat bij. Krijg ik nog een onderdeel geleverd of zo? Nee, dit is voor. Dan moet je er zelf nog een krat op zetten voor 130 euro. Duur! Good morning. De monteur van mijn warmtepomp komt straks. Dat is gewoon door het hele gebouw. Een soort van jaarlijks onderhoud, denk ik. En ik ben lekker een beetje... wat ik altijd doe als ik vrij ben. Lekker een beetje aan het rommelen. Gisteren heb ik die elektrische fietsding erop gezet. Maar het was... Had ik dat verteld eigenlijk? Nou, ik zal het zo even laten zien. Ik ben nog even in mijn kast aan het kijken of ik wat voor de eihallen heb. Maar het meeste ligt beneden. Ik heb nog wat schoenen in een tas gedaan. Ik ben hier allemaal dozen en zo aan het verzamelen. Ik moet straks heel veel... naar beneden gaan lopen, naar de berging. Ik wil mijn wasmand eigenlijk ook in de berging zetten, want die gebruik ik niet. Best wel zonde, maar komt later vast nog wel van pas. Ik heb gelukkig een berging. Hier zit allemaal oud papier, dingen. Het zit allemaal lekker met je chaos hier al. Ondertussen met de robot bezig. En het is echt bloedheet. En eigenlijk is dit haar echt niet zo chill voor de zomer. Maar ik vind het dus zonde. Ik vind deze lengte dus eigenlijk heel leuk voor mij. Maar ik vind het dus zonde, omdat ik weet dat zoveel mensen struggelen met dat hun haar niet groeit en zo. En denk ik, ja, nu heb ik haar. Dus nu kan ik het beter ook laten. Nou, ik moet sowieso geknipt. Kijk, je ziet heel erg deze hele laag hier. Het is niet heel verzorgd. Maar ik moet het ook wel zo, maar ik dacht, dat doe ik wel nazoomen. Ik ben ook dingen, ik heb een Echinacea was op. Die ben ik dan aan het aanvullen, want dat heb ik op voorraad. En deze zijn ook nu op. Mijn cleanser en mijn face scrub. Dus die heb ik net weggegooid. En ik heb een nieuwe aan het klaarzetten in de douche en zo, dat soort dingen. Dus deze... En deze, toevallig precies tegelijk. Mijn prullenbak zit ook helemaal vol, moet ik straks ook weer gaan legen. En ondertussen probeer ik het hier gewoon een beetje op te ruimen en netjes te houden, zoals elke week. Mijn haar doet me echt denken aan vroeger trouwens, voor wie mij al langer volgt in de Ruben-fase. Dat ik dacht, dat had ik toen lang haar. Het was wel nog langer hoor, maar het is lang niet zo lang geweest. Ik kan mijn kapper wel gecontact of ze weer een plekje heeft. En dat ik dan iets van maximaal 10 folies wil doen ofzo. Want ik wil dus graag wel bruiner worden. Elke keer als ik dat wil ik al 2 jaar, maar dan is het toch te veel. Dus ik dacht dat ik dan gewoon aangeef hoeveel folies. Dan kan het sowieso niet misgaan. Ik dacht ik doe even die ik bij de TK Maxx had gekocht in mijn haar. Het 1 keer eerder gedaan, ik heb geen idee. Het is niet dat dit iets voor mij doet ofzo hoor. Dat mijn haar daardoor lang is, want ik heb het pas 1 keer gebruikt. Maar alle verzorging is goed, maar ik vind dit niet meer... als ik dit krul is het leuk, maar nu ziet het er gewoon niet heel leuk uit. Maar goed, ik moet het wassen, maar ik dacht, ik doe dat lekker na zoomen, want het is zonde. Ik had nu heel veel zin om het te wassen, maar ik vind het echt zonde om dat nu te doen. En mijn huis ligt weer vol met haar. Ik hoop dat het uitvallen binnenkort een beetje stopt. Maar ja, voor Poesie hoop ik natuurlijk niet dat het stopt, want het is lekker voor haar. Maar... Zo, vandaag heb ik toch geen belangrijke dag. Oh, ik heb straks wel... Iemand stuurde mij een berichtje naar aanleiding van mijn vlog. Dat ze iets alternatiefs, zeg maar, heeft. En dat ze dat wel met me wilde proberen. Dus ik heb om 11:15. Om 12:30 is die warmtepompman trouwens. Volgens mij pas weg. Maar goed. Een
MEI-sessie online of zo. Ik ben heel benieuwd. Ik sta er altijd wel voor open. Want uit die EMDB-bloedtest is ook heel veel gekomen wat er traditioneel niet uitkwam. Dus ja, ik ben wel benieuwd of zij nog iets kan ontdekken bij mij. Verder wil ik het eigenlijk daar niet echt meer over hebben in mijn vlogs. Want de comments van mijn vorige vlog gaan dan weer alleen maar daarop in. Dan denk ik, jongens. Tenminste, hij staat pas net heel kort online. Maar altijd als ik over iets van lichaam of voeding deel, gaat het alleen maar daarover in de comments. Terwijl er zoveel meer is in de vlog om over te commenten. Die monteur is er dus nog steeds niet. En het is al bijna een uur later. Dus ik heb dus nu die sessie afgezegd. Want zij moet straks haar kind van school halen. Dus nu heb ik morgen. Maar super irritant. Want ja, ik kan niet hier zo'n sessie doen terwijl de monteur een paar meter bij me vandaan zit. Oh. Dus niet voorstellen dat er mensen zijn die hier dus wel terecht kunnen. Hij is wel anderhalf uur te laat. Je krijgt er niks over te horen. En ik moet dus vandaag naar mijn berging en vuilnis weggooien en zo. En dat kost helemaal niet veel tijd. Maar ik moet natuurlijk... Beestje. Ik wil natuurlijk niet dat hij hier voor de deur staat, want ik er niet ben. Dat hij dan zegt, ja, boek maar een andere keer. Maar dan kan je zelf de voorrijkosten gaan betalen. Dus ik zit echt thuis te wachten. Ik kan ook niet op het balkon zitten met de deur dicht, want straks hoor ik de bel niet. Dus dat vind ik heel erg irritant. Want ik had in deze tussentijd die sessie had ik door kunnen laten gaan. Nou ja, dat had misschien niet gekund, maar ik had het vroeger kunnen doen. Nou ja, het heeft geen zin om te palen, maar ik ben zo blij dat ik niet meer zoveel te maken heb met externe mensen. Want ik vind het zo irritant. Ik had gewoon al vet veel kunnen doen. Hij kon ook eerder komen, dus ik zit eigenlijk al 2 uur te wachten. En ik moet gewoon mijn auto uitruimen, die ligt vol met dozen. Dan in mijn berging zetten, maar die ligt ook weer vol met dozen naar het grofvuil moeten. Dus ik moet eigenlijk naar het grofvuil. Dan moet ik alle dozen voor de eihallen gaan verzamelen. Ik moet al deze dozen weggooien. Mijn robot heeft een error, dus die moet retour. Dus dat moet ik ook. Dus dat zijn allemaal van die dingen die je buiten de deur moet doen. En nu wordt mijn dag helemaal verstoord. Stom. Oh jongens, het is echt super heet. Ga ik even vuilnis aan doen. De fiets staat dus hier, maar hij neemt ten eerste echt asa veel ruimte in. Dit hier achterop. Echt heel groot, wel handig. Maar ik dacht dus dat deze mand ook hiervoor zat. Maar dat heb je dus er niet bij gekregen. Dus hier heb je dus alleen een rek. En die lamp, zeg maar, dit. Kijk, als je het stuur beweegt, blijft dit ding recht. Want dit ding zit aan de bovenkant vast. Dus als je het stuur beweegt, kan die fietslamp kan niet meer. Dus ik snap er helemaal niks van. Ik laat het nu, want het is veel te heet. En dan ga ik nu even naar mijn auto en naar mijn berging. Maar ik heb hier nu 2 fietsen staan, dat is eigenlijk echt aso. Deze zet ik eigenlijk meestal gewoon buiten dan. Oké, dan ga ik even mijn auto pakken en die even verzetten naar zo dicht mogelijk bij mijn berging. Er zit natuurlijk ook nog karton wat ik weg moet gooien. En mijn auto staat dus al een week of zo in de bloedhete zon. Dus beter dat ik hem ga verzetten. Oké, eerst nog meer grofvuil. Oké, dit waren nog wat laatste dozen. En dingen. Ja, hier kan ik nu echt even niks meer. Maar wat zit hier allemaal in? Misschien moet ik dit ook allemaal verkopen. Wat zijn dit? Oh, dit ding. Oude badjas. Nee, ik ga het even mezelf makkelijk maken. En dit gewoon allemaal in de berging zetten. En gewoon de dozen pakken die ik al had uitgezocht. Dit is mijn berging dus. Dus nu, het lijkt echt 1 grote ellende. Dat is het ook nu. Maar zeg maar, in de basis is het gewoon prima. Alleen op het laatste moment zijn er dus allemaal dingen bijgeplaatst. Oh, ik ben wel blij dat ik zie dat mijn robotdoos er nog is. Want die moet dus terug. Die heeft een error. Ik dacht al, hoe ga ik die terugsturen? Maar kijk, dit is in principe allemaal georganiseerd. Maar doordat al dit oud papier nog weg moet, zo kom ik er gewoon niet bij. En deze fiets en alles. Dus ik moet echt even aan de slag hier. Dus eerst moet die boulderkar eruit. Kunnen we weer bewegen. De man gaat zo ook weg. Dus ik moet zo ook weer naar boven. Oh, hier is verlengsnoer wat mijn moeder doet. Die ga ik dan in mijn... Ga ik niet in mijn auto leggen, want mijn auto moet natuurlijk leeg zijn voor eihallen. Dus die leg ik even op een plekje dat ik hem kan vinden. Oh ja, hier is dus bijvoorbeeld die doos van die kattenbak. Dat moet allemaal naar het grofvuil. Maar vandaag vind ik het daar te heet voor. Dus ik moet dat nu op zo'n manier opbergen dat ik daar nu geen last van heb. En dus wel mijn kledingdozen kan pakken. En ik moet de kleding ook gewoon zo verkopen dat de prijs interessant is. En dat het gewoon ook verkocht wordt. Dit zijn ook... Oh, dit zijn die babyspullen die ik voor mezelf heb gekocht. Misschien moet ik deze jas ook maar... Ja, het is zonde om die te verkopen, want die vind ik wel leuk. Oh, dit wordt best wel lastig. Ja. Ik wil eigenlijk gewoon al dat karton weg. Nee, het is te heet. Nou, ik ga even nadenken. Oké, de hele auto zit vol. Ik ga nu nog even... Ik ga niet al het karton... Ik heb wat karton weggegooid, maar de rest heb ik weer in mijn berging gezet. Want er is ook weer nu meer ruimte vrij.
Een hele grote doos heb ik hier nog. Ga ik wel even hier het oude papier gooien. En dan ga ik naar boven die wasmand halen. En nog wat naar, anders wat naar de berging moet. En nog twee shoppers voor de eihallen die ik hier nog in ga proberen te stouwen. En dan is dat goed. Maar ik ben zeiknat. Zumba lijkt me niet heel chill met dit weer. Moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Dat is gelukt. En nu voor de eerste keer in 2024 weer een keer mijn bikini aan. En dan ga ik even lekker een glas water drinken. Met zonnebrand op mijn balkonnetje. Want de warmte blijft niet heel lang. Morgen is het al een stuk minder. Dus even tannen. Kijk, toch helemaal fancy. Ik drink eigenlijk nooit bruiswater. Ik weet niet waarom. Volgens mij dacht ik vroeger dat ik er buikpijn van kreeg. Maar deze was in de aanbieding bij Picnic. Dus had ik het besteld. En de ijsblokjes zijn op. Dus ik heb geen koud water. Dus ik dacht, een mooi moment om deze te testen. Want die stond koud. Ik had nog lekker water met hem. Die gisteren had gesneden. En dan helemaal yummy zo. Dit is geen spon. Ik was even bezig met mijn video voor het zusje. En die is nu af. Dus zeg maar, eerst heb ik de video geëdit. Dat was uiteindelijk goedgekeurd. Moet je nog een kleine aanpassing. Bijvoorbeeld dat er lelijke servetjes in beeld liggen of zo. Of dat er dan uit wilde knippen. En toen heb ik de voice-over getypt. En toen was dat in één keer goedgekeurd. Toen heb ik me net ingesproken. Maar dat doe ik echt heel vaak opnieuw. Want ik vind het vaak gewoon, ja, je moet een beetje aanstaan. Anders klinkt het, zoals ik nu praat, klinkt het gewoon goed voor een vlog. Maar voor een voice-over toch iets meer, iets meer aan. Dus die heb ik nu opgestuurd ter controle. En ik vind het zo leuk om die video's te maken. Ik krijg er niet echt goed betaald voor. In vergelijking met wat je meestal krijgt. Maar het is ook heel leuk, vind ik, voor mijn Instagram. En voor mezelf. En voor mijn profiel. En misschien zijn er ook anderen die dan een soort portfolio dat je ook. Ik heb natuurlijk nooit filmpjes op Insta. Dus dat bedrijven dat ook zien. En misschien denken van, oh, ik zou ook wel met haar willen werken. Dus en wat wil ik zeggen? De man van de heating service zei dus, hij was heel aardig, dat mijn koeler dus inderdaad niet aanstaat. En dat allemaal dingen verkeerd stonden ingesteld. Ik zie nu dat het 28 graden is buiten en 23,8 binnen. Dus ik ben heel benieuwd of dat beter gaat worden. Het stond dus helemaal uit en het heeft ook heel weinig uren gekoeld, zag hij terug in het systeem. En ik heb dus, dat was wel duur, bijna 200 euro, maar ik dacht, doe maar een internetaansluiting erbij geregeld. Zodat ze dus op afstand kunnen zien wat er aan de hand is. Maar mocht je dan iets hebben, scheelt dat je superveel geld dat ze dan niet daarvoor langs hoeft te komen of te kunnen voorkomen of zoiets. Dus ik heb nu al spierpijn, dus dat wordt wat met Zumba. Het is wel, ik vind het best wel cool binnen. Het voelt echt niet als 24 graden. Maar goed, ik heb geen zin in Zumba, maar ik ga wel. Oh, en trouwens, over mijn pigmentvlekken vind ik het wel grappig. Dit is dus heel erg geworden dit jaar, maar ik weet niet of je het nog herinnert. Ik had vorig jaar heel erg dit. Ik moet zeggen, ik zie hem nu heel licht opkomen. Maar deze is dus veel minder. Ik zag hem eigenlijk helemaal niet. Nu denk ik dat ik hem een klein beetje zie. Maar dit is dus, elk jaar is het weer anders. Dus ik hoop dat het op een gegeven moment ook gewoon weggaat. Net als dat het ineens opkwam. Ja, zie je? Ik moet echt het bewijs even op beeld vastleggen dat dit echt niet normaal is. Niemand op aarde heeft mij ooit zo rood gezien. Inclusief ikzelf. En jullie zijn nu dus de eerste die dat gaan zien. Het is niet normaal. Ik dacht dus dat ik ging ontploffen, maar het was zo lekker lesje. Maar ik wil even met H aan bellen, dus ik zie jullie zo. Zo, het koelt af. Bizar, de deuren klappen gewoon dicht. Zo erg wijd het. Heerlijk. Dus we hebben maar heel even hitte gehad. Dat vind ik altijd wel lief van Nederland. Volgens mij is dat elk jaar zo. Dan krijgen we even zo hitte in één keer. En dan krijgen we even weer de tijd om te herstellen. Dat vind ik altijd wel prettig. Het wijdt helemaal lekker door. Zumba was zo leuk. We waren met best wel een klein groepje. Ik denk dat we met 7 in totaal waren of zo. En ik stond eigenlijk lekker vooraan, dicht bij de juf. En ik voelde me helemaal lekker in mijn vel eigenlijk. Ik ging helemaal los. Ik ging er helemaal voor. En op een gegeven moment dacht ik dus wel, dat heb ik eigenlijk nooit, van oh mijn god, ik ga flauw vallen. Ik was zo heet. Ik kreeg vlekken voor mijn ogen. Ik dacht, ik ga ontploffen. Ik heb het nog nooit gehad. Ik zei tegen die meiden, ik zeg, mag ik eens jullie voelen? Toen voelden ze mij. Ik zeg, jeetje, dit is niet normaal. Maar ik ging wel door. En ik moet zeggen, het is nu pas. Het is 10:30 geweest. Trekt het pas een beetje weg. Alsof mijn lichaam was ook koud. Ik heb net heel warm gedoucht. Alsof al het bloed naar mijn hoofd is gegaan of zo. Heel apart. Maar goed, I did it. En wat ook goed is dat ik vandaag dus, ik had dus voor Instagram mocht ik van die kant-en-klare maaltijden proberen. Voor in ruil voor stories. Niet betaald of zo. Maar ik vond het wel leuk. Want die gerechten bevatten dus maar rond de 500 calorieën per maaltijd. Dus ik dacht, oké, dan ga ik dat, ga ik vandaag twee keer eten. Dan neem ik twee keer zo'n maaltijd. Dan heb je dus ongeveer 1000 calorieën op. En dan nog een matcha en watermeloen. En ik heb dus in de ochtend de matcha genomen. Toen rond 1 uur, toen rond 12 uur lunch. En toen om 5 uur mijn avondeten. Dus twee keer zo'n maaltijd. En dan heb ik tussendoor dus ook nog water gedronken met stukjes watermeloen erin. Ik weet niet of mijn beeld niet helemaal scherp is. En toen heb ik dus na 5 uur niets meer gegeten. Niets. Dus ik heb ook voor Zumba al mijn tanden gepoetst, maar net weer, want vond ik lekker. Niks meer. Alleen maar water. En ik heb dus zeker 3 liter water op.
En heb je dus, ja, dan weet ik in ieder geval zeker qua calorieën. Want iedereen blijft maar zeggen, het is calorieën, calorieën. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel leuk. Dus ik heb meteen van mijn eigen geld gewoon nog een keer die maaltijden besteld voor volgende week. Want ik dacht, ja, volgens mij is het prima gezond. Het is niet zo lekker als wanneer ik kook, maar het is echt lekkerder dan het eruit ziet eigenlijk. En dan heb je gewoon kleine porties met niet veel calorieën. Dan weet je zeker dat je het goed doet. Vond ik eigenlijk wel chill. Dacht, ga ik dat eens proberen. En dan vandaag dus ook als lunch gedaan, maar in principe meestal als avondeten. Maar ik dacht dat dat dan je ontbijt en je lunch is, met een matcha erbij. Dan heb je, zit je met 500 plus een matcha wel netjes. Dus ja. Als je dan denkt dan inderdaad dat je kikkererwten met vet aan avocado, wat ik bij mijn ouders at. Maar goed, daar kwam ik niet aan, ik weet niet. Iemand zei ook tegen me van dat je stopt met de pil kan het ook zijn. Toen ik bij mijn ouders woonde zat ik wel aan de pil. En daarvoor ben ik ook heel lang inderdaad gestopt met de pil. Vroeger zat ik wel weer aan de pil. Maar ik wil, ik wil wel wat blijven delen voor de mensen die gewoon het fijn vinden. De lieve mensen die ook wel meedenken of zelf struggelen. Maar niet de hele tijd over niets anders meer kunnen praten dan dit. En voor het proces voor mezelf. Mocht het nu werken, dan kan ik gewoon terugkijken wat ik heb gedaan. En weten jullie het ook. Dus ik wil er wel wat over blijven delen. Maar wat ik irritant vind, is dat ik een vlog van 1,5 uur plaats. En dat dan 90% van de reacties alleen maar hierover gaat. Dus misschien omdat het zo'n interessant onderwerp voor iedereen is. Maar bijvoorbeeld de vlog van vorige week is er volgens mij of 0 of 1 comment. Over Rebecca bijvoorbeeld. Dat het daar leuk was. Eentje volgens mij. Alles ging over, terwijl ik toen zei, jongens, ik hoef niet alle basic tips. Ik weet het. Ging alsnog weer alle commentaar over. Maar alles pontje gaat door het mondje. En dit, dat ik denk, oh my god. Je weet het niet, je weet het niet. Ik weet zoveel van voeding, alsjeblieft. Geloof me. Dus dat vind ik weer een nadeel aan dat ik weer ben begonnen over dit onderwerp. Want ik was er eigenlijk heel lang mee gestopt. Dus in die zin wil ik er eigenlijk niet met jullie over praten. Want sommigen zijn gewoon... Ik vind dat gewoon zo irritant. Dan wil ik lekker de comments lezen en gaat alleen maar daarover. Echt vermoeiend. En sommigen bedoelen het ook heel goed, maar denk ik, ja... Praat niet alleen daarover. En als ik zeg, ik weet dit allemaal al, stop daar dan over. Dat heeft geen zin. Zo iemand zoals dat meisje met wie ik morgen ga bellen, dat kan interessant zijn, weet je wel. En dat iemand begint over schildklier, snap ik ook. Maar je hoeft me niet te vertellen dat ik op mijn calorieinname moet letten. Of dat ik vroeger wel afviel toen ik calorieën ging tellen in mijn vlog. Alsof ik dat niet weet. Ik ben echt niet dom. En al helemaal niet op het gebied van eten. Dus, klaar. Oh, zo geen zin om over dit onderwerp te praten. Ik ga nu ook stoppen met dit te lang. Maar ik wil wel af en toe blijven delen wat ik doe qua voeding en sport. En dat vind ik gewoon leuk ook om vast te leggen. Dus, sorry, mijn beeld was raar. Ik ben nog steeds helemaal heet. En ik vind het wel heel goed dat ik dus voor het ontbijt voor het laatst heb gegeten. En nu ga ik lekker op tijd naar bed. En met de eieren moet ik ook... Oh, ik heb spierpijn. Heel vroeg op en zo. Dus ik ga lekker in mijn bedje liggen. Lekker schoon. En morgen lekker mijn haar wassen. Trouwens jongens, ik stook er dus altijd, bijna elke avond wel, sinds de tandarts dat had gezegd. Ik weet niet of iemand het nog weet in die vlog, maar ik zit nu te stokeren. Kan je even zeggen, het bloedt ook nooit, maar ik doe het eigenlijk nu altijd. Het is wel leuk, iets wat ik echt, nou ja, het is meer dan 10 jaar lang of zo altijd te horen kreeg en elke keer vergat ik het weer. Het zit dus eindelijk in mijn ritme, echt heel fijn. Dus ik ben heel benieuwd als ik weer naar de tandarts ga, daar moet ik ook een afspraak voor maken. Of dat dan te merken is, ik denk het wel. Dat vind ik goed van mezelf. En deze camera is heel goed, maar hij is vanavond dus wazig in. Ik weet niet waarom. Good morning jongens. Ik ben helaas een beetje verkouden. Maar ik heb nu die sessie. Met NEI sessie. Ik ben niet helemaal fitty fit, maar ik was wel 0,8 kwijt op de weegschaal. Is aarde in balans? Nee. Is metaal in balans? Nee. Is water in balans? Nee. Is hout in balans? Ja. Dus je hebt 4 elementen die bij jou niet in balans zijn. Maar het goede nieuws is dat soms als we eentje aanpakken, dat de rest automatisch verschuift. Moeite met oude patronen loslaten. Herken jij je er zelf daarin? Het is waarschijnlijk iets vanuit jouw moeder. Oh. Is het een zwangerschap geweest? Ja, oké. Is dat in week 1 tot 10, week 10 tot 20, week 20-30 en week 30 tot 42? Dus in het einde van de zwangerschap van jouw moeder is dat op jou overgedragen. 34, 33, 33, week 33. Ja, en het kan zijn hè, dat als je het aan je moeder vraagt, dat ze zegt, nou dat klopt, in week 33 speelde dit. Maar daar zit in ieder geval een trigger. Oké, dus gaan we nu naar de emotiekaart kijken om te kijken wat jij in de buik als baby hebt ervaren.
mogen zien. Ja, op dat moment is er dus twijfel aan jezelf. Maar dat kan echt heel diep gaan. Ja, er komt weer uit moeite met veranderingen. Hè? Ja, in je Oké, even kijken hoor. Is Charlotte's onderbewustzijn, werkt dat goed samen met haar bewustzijn? Oh. Ja, maar ik denk bij verandering denk ik bijvoorbeeld aan... Oh, er kwam corona en we moesten helemaal ons onderwijs aanpassen. En ik ging daar makkelijk mee om van iedereen. Ik kan heel goed tegen dat soort veranderingen. Maar misschien of verhuizen of zo, maar dat is, ja... Ik ga het nog een keer checken. En het kan ook zijn dat jij bewust dus denkt dat iets zo is. Maar jouw onderbewuste dus, ja, dat geeft je eigenlijk aan. Die werken nu niet helemaal samen. En dan gaan we even kijken op de tijdlijn wanneer je dit eerder hebt gevoeld. Is dat 4... Met 4 jaar heb je dit ook eerder gevoeld. En dan gaan we kijken wat je toen op 4-jarige leeftijd hebt gevoeld. Dus ik weet niet of jij je erin herkent, maar er staat naar binnen gekeerd toen jij 4 jaar was. Dan ga je je hand weer leggen op je dunne darm. Ja. Dus 1 hand op je voorhoofd, de andere op je dunne darm. Zorg dat je voeten op de grond zet en dat je goed kan doorademen. Dus diep kan ademen. Ja. Oké, komt-ie. Als we gaan kijken naar de boodschap van het element aarde, komt daar een disbalans uit. Het thema dat nu actief is te weinig beweging. Als we dan gaan kijken, komen we erop uit dat jij op dit moment een emotie voelt van jouw dikke darm. Je hebt moeite met verandering. Als we gaan kijken wanneer jij dit gevoel voor de allereerste keer gevoeld hebt, maar niet verwerkt hebt, komen we uit bij de leeftijd van 4 jaar. Waar jij een emotie hebt gevoeld van... Je dunne darm, je bent daar naar binnen gekeerd. Wat jij niet goed hebt kunnen verwerken en daardoor vastgezet hebt in jouw systeem. En nu is het tijd om dit los te laten. Het dient jou niet langer en het belemmert jouw groei. Dit gaan we doen door in te ademen via je neus en uit te blazen via je mond. Hij is nog aan het loskoppelen. Dus hoe dieper jij dit eigenlijk in- en uitademt, hoe beter dat is voor het vernieuwen van je cellen. Je mag je hierbij dus voorstellen dat alle cellen hetgene loslaten wat jou niet meer dient. Zodat de cellen weer schoon en helder worden. Hij is losgekoppeld, dus als je zo meteen er klaar voor bent, dan mag je ogen open doen. Ga ik even checken hoe het nou is met de balans van jouw elementen. Is aarde op dit moment nu genoeg losgekoppeld en in balans? Is vuur nog in balans? Zo, we waren echt lang bezig. Echt lief dat ze zoveel tijd heeft gemaakt. Het was zo interessant. Ik heb besloten om niet alles maar te gaan delen. En dat ik er ook, zij zegt ook... Hij heeft het er gewoon niet meer over je vlog. Want het is zo irritant. Al die comments de hele tijd die je helemaal niet wil krijgen. Dus vanaf nu. Ja, ik ben natuurlijk iemand die wel dingen deelt. Dus ik zal niet niks meer delen. Maar ik ga echt proberen er zo min mogelijk over te zeggen. Maar het was zo interessant. En wat ook interessant is dat er nu uitkwam. Dat ik dus nog steeds heel slecht tegen koemel kan. Maar dat ik dus tegen soja kan volgens dat ding. En dat het dus door deze sessie is gebeurd. Dus ze zegt ga vanaf over een week. Dat is proberen of dat echt zo is. Want ze zei dat ze het nooit heel vaak met voeding heeft, dit soort dingen. Nou, we hebben, ja, je hoeft trouwens ook niet te commenten dat je hier niet in gelooft en dat het onzin is. Want ik weet dat er mensen zijn die hier niet in geloven, maar ik dus wel. Want als iets mij heeft geholpen in het leven, zijn het altijd de alternatieve dingen geweest. Het was dus NEI-therapie heet het volgens mij. Bij Kim, ik zal wel eventjes haar website in de beschrijving zetten. En volgende week wil ze weer tijd voor me maken om die koemelk eventjes aan te kunnen pakken. Want hoe geweldig zou het zijn? Het heeft allemaal, ik geloof het. Dus vind me zweverig, maakt niet uit. Maar het heeft allemaal met blokkades te maken. En ze heeft 4 blokkades bij me weggehaald. En dat heeft ook te maken met chakra's en meridianen. En bij mij was hout was goed, maar metaal was niet goed. Water was niet goed, aarde was niet goed, vuur volgens mij ook niet. En nu wel. Ik heb ook iets in me hoor, wat denkt, hoe kan het allemaal? En wat is het allemaal? Maar toch wil ik er gewoon heel graag in geloven. Want ik weet dat het gewoon je echt kan helpen. Dus ik ben nu ook helemaal moe, net als bij na een EMDR-sessie. Ik ben ook heel wit. Ik moest al mijn hand op mijn voorhoofd leggen en de andere hand op het orgaan of meridiaan. En voeten op de grond en in en uitademen. En dan werkte ze met een apparaatje wat een beetje zoals een pendel ja en nee zegt. Nou, het was heel boeiend. Dus ik heb een stukje gefilmd. Maar verder, ja, hou ik jullie daarvan wel op de hoogte wat het voor mij heeft gedaan.
En er kwamen echt wel heel veel dingen los. Dus heel interessant. Ook het thema overprikkeling en dingen met geboorte en met 4 jaar. En een soort EMDR, ja. Heel tof. En echt, ik voel het aan alles, net als met EMDR, dat er wat gebeurd is. Dus fijn dat ik vandaag een lekker chill dagje heb. En dan heb ik net een matchaatje gedronken en is dit nu verder mijn ontbijt. Lekker chia pudding met kokosmelk, crimp en dus lekker framboosjes, blauwbesjes en bramen. Maar ze heeft dus voor me opgeschreven wat er uit de sessie is gekomen. Ja, disbalans, misschien zegt het je iets. Disbalans meridiaan. Dunne darm zat op 72% en aan het eind op 92%. Schildklier zat op 27% en daarna op 70%. En dikke darm zat op 65% en daarna op 100%. En dan heeft ze opgeschreven schildklier, hormonen, progesteronovervloed. Wat is de boodschap achter het overvloed van je progesteron? Kringloop, streepje, overprikkeling, HP. Ik weet ook even niet precies meer wat alles betekent hoor. Dunne darm, overgevoelig, geboorte, OP. Disbalans, element, metaal, moeite met oude patronen loslaten. Ik kon me daar niet per se in vinden, dus dat is wel interessant wat het dan is. En dunne darm, concentratie, baarmoeder, twijfelen aan jezelf. Zwangerschap, 33 weken. Dus ze ging zeg maar in de tijdlijn terugzoeken. Dus er waren dingen bij 33 weken in de buik, iets bij de geboorte en iets bij groep 4. 4 jaar bedoel ik. Disbalans, element aarde, te weinig beweging. Maar dat hoeft niet per se fysieke beweging te betekenen. Het kan ook bewegen dat iets in gang wordt gezet. Maar kan dus ook zo zijn qua resultaten die jij wil zien. Dikke darm, moeite met verandering, HP. Wat is HP? Dunne darm, naar binnen gekeerd. 4 jaar. Chakra's, disbalans, prioriteit, wortel, meridiaan. Dunne darm, je verplicht voelen, HP. Eierstokken, bang dat niemand van je houdt, 4 jaar. Maar zij, dat kan al te maken hebben dat je bijvoorbeeld je ouders weggingen en dat je voor het eerst naar school ging. En dat je dacht, oh, ze laten me achter. Zoiets kleins kan het ook al zijn. Zegt ze, lieve Charlotte, tijd om andersom te gaan manifesteren. In plaats van aan te trekken, is het nu tijd om los te laten. Doorbreek je patroon. Liefst Kim van Qualities. Heel leuk. Qualities. Qualities. Ik ben wel altijd streng voor mezelf, dat wel. Maar ik ben ook gewoon een doorzetter. Maar zij zei, je moet gewoon letterlijk... Dit vind ik ook altijd heel zweverig. Maar qua... Over prikkeling en zo had ze het ook over, doe je wel eens visualiseren dat je in een bubbel zit en dat niks binnenkomt. Zei ik, ja, dat heb ik nog nooit gedaan, want ik vind dat zo raar voelen, maar dat zou ook goed voor me zijn. Maar ze zei, je moet letterlijk elke dag tegen je zeggen, ik ben gewoon aan het afvallen. Ik ben zo goed bezig en ik val gewoon af. In plaats van alleen maar bang te zijn dat je dus weer aankomt of wat dan ook. Want ik manifesteer eigenlijk nooit. Ik doe gewoon alles wat ik wil, heel veel van wat ik wil lukt mij. Ik krijg altijd heel veel voor elkaar wat ik wil, maar dat doe ik gewoon. Maar het is niet zo dat ik manifesteer. Dus het is wel een keertje interessant. Het voelt heel debiel voor mij om dat te zeggen. En ze zei, ga gewoon dan, als je zo bang bent om niet te wegen. Oké, weeg je dan over 3 weken weer, maar stop met die weegschaal. Want ik had er verteld dat ik dus, was gestopt met wegen vorig jaar. En toen ineens heel veel was aangekomen. Dus daar ben ik dus bang voor geworden. En daarom weeg ik me dus. Maar ik deed dat heel lang niet meer. Maar dus gewoon echt letterlijk jezelf gaan aanpraten dat je dus gewoon aan het afvallen bent en daar gelooft zij heel erg in. Maar dat nogmaals, als jij er allemaal niet in gelooft, je hoeft geen irritante comments erover te plaatsen, want daar heb ik niets voor aan. Maar dan ga ik er nu denk ik ook even over stoppen, als het me lukt. En nogmaals, ik hoef geen tips met dat ik te veel dit eet of te veel dat of dat, want daar heb ik echt geen ene reet aan, dankjewel. En toch wil ik het dus wel blijven delen, omdat ik weet dat ik er mensen ook mee help en het gewoon interessant iets is om vast te leggen, het proces. Dus ik wil het wel. Ik vind het stom dat omdat ik alleen maar irritante comments krijg van mensen die het dus niet helemaal snappen, dat ik daardoor dus moet stoppen met erover praten. Want ik wil het er dus wel over kunnen hebben, maar ik wil ook dat in de comments het nog ergens anders over gaat dan alleen maar dit. Plus, ik kan hier wel op ingaan, maar vertel me niet wat ik moet eten, want ik weet het. Dat is het probleem niet. En er waren dus echt 4 blokkades, dus ik ben heel benieuwd of dat ook iets gaat doen voor het stukje dat afvallen moeilijker gaat bij mij. Want geloof dat nou maar gewoon, dat is zo, dus ik hoef niet tips over. Dat komt omdat ik te veel brood eet of whatever. Dat is zo irritant, dat is echt zo irritant. Oké, doei. Ik had dus voor TikTok een box met exotisch fruit opgestuurd gekregen. Oh, ik wist niet dat de mangosteen heel cool eruit zag van onder. Hebben jullie dit ooit gegeten? Ik denk de meeste van jullie niet. Dit is dus heel erg zoet wat hierin zit. Ik heb deze snack trouwens ook weer helemaal herontdekt. Gewoon de halve tomaten met zout en peper. Zo lekker. Oké, ik
hoefde van mezelf niet naar de sportschool omdat ik me helemaal niet lekker voel. Maar ik ga toch nu om 7 uur. Want het is zo dichtbij, dus ik ga lekker lopen en krachttraining doen. Lopen erheen. Ik denk niet op de loopband misschien. Kijk wel. Maar ik wil in ieder geval even aan het krachttraining doen. Anders zit ik toch maar een beetje thuis te niksen. Ik wilde na het sporten nog even lopen. En toevallig was mama dat ook van plan met Teddy. Dus we zijn lekker naar de supermarkt gelopen. Zal ik ijsblokjes? We hebben denk ik bijna een uur gelopen. En we dachten, dan kan Teddy even kijken hoe Teddy omgaat met Lina. Maar hij wordt helemaal gestoord. Dus hij moet even op buiten zitten. Lina, schatje, was je een beetje bang, liefie? Oh. Ja, Teddy kan het niet hoor. Is er weg. Nee, ik kwam in mijn gedachten zeggen. Nee. Nee. Poesje Teddy is nog een beetje stout, Teddy. Teddy, kom. Ze gaan weer, want dit werkt niet. Zij gaat blazen wel, maar Poesje was heel lief, toch? Eigenlijk. Ja. Gaat Teddy nu ook niet meer zo idioot? Ja, maar moeten we dan niet juist doorgaan tot het even lukt? In plaats van weggaan op het moment. Teddy, nog even gedacht zeggen tegen. Niet laten rijden, gewoon rustig. Rust. Dat is al een keer goed gegaan in Zoetermeer. Poesie is net een slang, hè? Poesie doet als een slang. Teddy. Poesie. Poesie is super schattig, alleen... Het raam open. Ja, niet naar Teddy. Ze heeft gewoon, houdt gewoon alles in de gaten. Hij ziet er niet eens. Maar Poesie moet, hij moet niet op Poesie springen, want zij gaat ook echt krabben, hoor. Want ze heeft een keer de kat van de buren, heeft ze het huid eraf gekrapt. De kat of de hond? Zij. Ze zit even te gommen. Ja, want zij is gewoon vroeger getraumatiseerd, daarom hebben we er ook geadopteerd. De andere katten waren gemeen tegen haar. Maar ziet hij haar niet meer? Net als bij Poesmeer ook. Ziet hij haar niet eens of zo? Hij zegt... Ja, ze lijkt één met de deken. Hij ziet haar niet eens. Jullie moeten even lief met elkaar worden. Zij ziet hem, maar hij ziet haar niet. Hoe kan dat? Nou, ik weet niet, het idee heb ik. Ja, ik ook. Poesje ligt daar lekker. Ik zag het niet eens. Hoor je een klein beetje gegrond? Teddy. Teddy, zit daar. Dat poesie, dat harde grom. Zit daar. Good boy. Good boy. Good boy. Ja, want als je dus... Ja. Weet je wat is? Als je op de heat of the moment weggaat, blijft het voor altijd natuurlijk een slechte herinnering. Ja, daar lag ze, maar ze is nu weg. Jeetje, wat ruiken. Waar is ze nou? Waar is Poesie? We gaan even naar huis nu, is het niet heel erg. Zeg maar, dag Lina. Dag. Jezus, blind of zo? Ja, hij ziet het niet. Hij is blind. Ja, maar ik weet niet wat hij met kat heeft. Ik kan geen blind zien. Ja. God, je is blind hoor. Kom maar. Nou ja, het rent niet heel erg. Teddy. Teddy, nu gaan de mensen abonneren. Teddy! Zo, ik voel me nog steeds niet lekker, maar dat was wel eventjes heel erg lekker. Leuk altijd je outfit laten zien. Ik ben wel benieuwd hoeveel stappen ik heb gezet. Dat was eigenlijk ook mijn doel, krachttraining en stappen zetten. Teddy was nog een klein beetje stout, maar Poesie was nog een beetje lief, hè? Wel fijn dat als ze dan gaat grommen naar hem, dat ze dan tegen mij wel gewoon lief blijft. Ja, je beschermt jezelf gewoon, schatje. Dat doe je heel goed. Dat doe je heel goed, Poesjoezie. Kijk, nog steeds de helft van wat zou moeten, maar... Het stond eerst op 134. Dus voor iemand die zich ziek voelt, vind ik dit netjes. En krachttraining, dus top. En nu lekker... Wat heeft Teddy uitgedronken? Alles open. Het is al 9 uur, dus nog even lekker chillen. Oké, jongens. Ik ga snel naar bed, want het is 11 uur. En ik moet uiterlijk 6:30 op. Oh, en... Ik heb het super koud, terwijl het 23 graden is binnen. Oeh. Nou ja, mocht ik maar echt heel ziek zijn, dan ga ik niet hoor. Dan heb ik €40 weggegooid. Maar laten we ervan uitgaan dat ik wel ga. Ja, het enige leuke wat ik in deze vlog zou gaan doen, gaat ook al niet door. Ik heb de eieren alle af moeten zeggen. Ik ben gewoon helemaal ziek geworden. En ongesteld met zoveel pijn. Dus het ging niet. Het is nu al... Bijna 11:45, dus ik ben nu weer iets meer oké. Okay. Ik heb gewoon alleen maar geslapen. Maar ja, super jammer. Geen leuke vlogcontent voor jullie. Ik ga vandaag wel even fietsen, want dat is wel gezond en lekker. En ik ga nu weer gewoon lekker buiten zitten. Ik had voor gisteren chia pudding geprept, zodat ik dat lekker op de eihallen kon ontbijten. Maar dat ga ik nu ontbijten. Ik
kom net pas mijn bed uit. En ja, leuke content. Ik moet echt even iets gaan bedenken wat ik nog wel ga filmen voor deze dagen. Ik ga lekker zo in een onderbroek met een topje buiten in de zon liggen. En de chia en de zonnebrand. Hier ligt allemaal was uit de droger. Hashtag content zoekende. Deze uit Duitsland is trouwens heel fijn, die ik had gekocht. Hij is dus van heel lekker, zo non-sticky. En dit is wat meer chia pudding. Meestal neem ik ongeveer de helft, maar ik dacht dan heb ik dat dus voor op de eihallen. Dat ik gewoon lekker gezond eten bij me heb. Ik weet niet of ik dit nu helemaal ga opeten, maar ik had hem helemaal zo geprept. Echt ideaal. Kijk nou hoe lekker. En die sinaasappels die gaan maar niet op, want ik had dus een weekje of zo sinaasappelsap gedronken. Kreeg ik ook weer allemaal comments. Suiker. Drink dit letterlijk nooit. Maar nu liggen ze hier maar een beetje, dus ik moet ook wel weer even... Als je 1 of 2 sinaasappeltjes per dag doet, is het ook prima. Ik ga dit lekker in het zonnetje opeten. Nou ja, in ieder geval eten. Niet misschien opeten. Deze vlog gaat ook nu alleen maar over eten, omdat ik niks te filmen heb. Yippie. En ik had een hele fruitbox opgestuurd gekregen om content mee te maken op TikTok. Met tropisch fruit, maar ik moet zeggen, ik vind het niet heel erg tropisch allemaal. Zo spannend is het niet. Dat vind ik wel jammer, want... Ik dacht dat er ook dragon fruit en papaya in zouden zitten. En dit is dus de zonnebrand die ik nu heel fijn vind. Deze is dus ook tegen dark spots. Maar ik vind hem ook gewoon prettig. Dus hier heb ik er toen echt heel veel van gekocht in de aanbieding. En iemand vroeg aan mij wat ik dus gebruik voor mijn pigmentvlekken. Aangezien ik toch content nodig heb. Deze olie vind ik dus echt heel fijn. Die ik had besteld omdat ik gratis verzendkosten wilde. Deze ook fijn. Er zit een lekker shimmertje in voor mijn benen. Oh ja, dit luchtje kan ik ook nog even reviewen. Ik vind het de minst lekkere van Kayali. Eigenlijk als ik hem in de winkel had geroken, had ik hem waarschijnlijk niet gekozen. Hij is alsnog wel lekker. Ik gebruik hem, zoals je kan zien. Ik heb hem pas een week. De vanille vind ik het allerlekkerst, maar die heb ik... Ik had een nieuwe gekocht met kerst. Die ligt ergens, ik weet niet waar. Maar dit zijn eigenlijk de parfums die ik gebruik. En dit is echt al 100 jaar mijn uitgaansluchtje. Dus als ik wat meer sexy wil zijn, doe ik dit luchtje op. Maar ja, dit heb ik een keer van mijn schoonmoeder gekregen. Dat heb ik pas 3 keer gebruikt. Maar dit is ook voor pigmentvlekken. Een beetje natuurlijk. Oh. Dit is best wel bekend. Ik had toch gevraagd of ze wilden samenwerken, maar dat wilden ze niet. Dit heb ik vorig jaar zomer gekocht, die lijn. Ja, bij mijn bovenlip is het dus wel minder geworden. Dus ik kan niet vertellen of dit werkt, maar dit smeer ik elke avond. En nu doe ik het dus ook op mijn hele gezicht, maar daardoor word ik best wel wit. Maar ja, ik heb zoveel pigmentvlekken dat ik het maar op mijn hele gezicht ben gaan smeren. Ik doe vitamine C sinds een maand ongeveer. Mijn huid is wel echt heel goed los van die vlekken. Maar dit schijnt ook tegen dark spots te helpen. Dit had ik toen samen met mijn eiwitshake bij Vitamin Store besteld. Is bijna op. Geen idee of dit werkt. Maar iemand vroeg dus wat gebruik je, dus daarom laat ik het zien. Ik heb echt geen idee of iets hiervan helpt. Dit meng ik elke dag met mijn dagcreme. Dat is deze dagcreme. Maar sinds een paar dagen doe ik even niet meer die dagcreme, maar ook gewoon die zonnebrand. Dus dit is getint. Dus dit mix ik met die. Dit is ook van de antipigmentlijn en dit is ook antipigment. En dan had ik ook nog zo'n zonnebrand met factor 50 ergens, maar ik weet niet waar die... Oh, hier. Deze is namelijk bijna op en dan ga ik gewoon deze mixen, dus alles veel te bruin. En dan heb je van Eucerin ook nog die stick. Vorig jaar had ik het idee dat het werkt, nu eigenlijk niet, maar ik moet zeggen... Ik zit best wel in de zon en de vlekken worden niet veel erger, dus misschien komt dat wel door die producten. I don't know. Dit heb ik in ieder geval altijd in mijn tas en zo en dit ga ik nu ook op mijn gezicht smeren. Deze vind ik wel heel prettig. En ook gewoon met make-up en zo. En hij is een beetje geel, maar hij is echt heel geel, zie je? Misschien vind ik hem daarom ook juist wel mooi. En verder heb ik dit volgens mij laatst allemaal laten zien wat er hier in mijn kastje staat. Het grappige is dat ik deze dus een tijdje geleden, een maand geleden, bij Weekamp voor 60% korting zag. En daardoor had ik hem ontdekt en die reviews waren best wel goed. Ik gebruik eigenlijk nooit Nivea. En mijn allerlievelings make-up remover ever. Dit is echt de allerbeste. Hier is je make-up er in 1 seconde op. Dus deze haal ik altijd als hij 1 plus 1 is. Ik weet niet waar mijn Wild Deo nou staat. Ik zie hier alleen die deo uit Amerika staan. Ja, dit is verder mijn... Dit is echt mijn fave gezichtscrub. Dit is ook prettig. Dat vind ik niet heel bijzonder of zo. En ja, dit staat weer in mijn douche. Nou, hashtag content. En dit had ik laatst al laten zien. Dus ja, hashtag content. Ik doe even een testje die ik nog had liggen. Maar het is gelukkig geen corona. Nou ja, gelukkig. Ja, het is toch fijn. Mensen worden toch liever niet aangestoken met corona. Ik hoorde ineens dat mensen om me heen blijkbaar corona hadden. Dus toen dacht ik, oh, qua verkoudheid lijkt het wel heel erg op. Maar dan was ik een stuk beroerder hoor. Ik ben nu vooral ook zo beroerd denk ik door die combi met mijn ongesteldheid. Wat gewoon heel heftig is. Dus ja, dit is wel fijn.
Ik ga even douchen en zo lekker fietsen. Oh, ik heb mijn kussens opgemeten eindelijk. Het is, ik heb het opgeschreven, volgens mij 47 bij 49 of zoiets. Dus ja, ik voel me niet lekker, maar ik ga wel gewoon lekker eventjes fietsen. Ik weet trouwens niet wat ik fout doe, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een orchidee zo snel doodgaat. Ik heb ze er maar afgehaald, want ze zijn gewoon echt helemaal dood. Set. Het zijn wel alle laagste die dood zijn gegaan, niet aan de bovenkant. Dus dat is wel, alles beneden ging dood en boven niet. Dat is gek, toch? Nou ja, er is nog wat van over. Dit is trouwens typisch ik als ik zeg dat ik ga douchen. Dan ga ik dus duizend andere dingen doen. Maar dat vind ik het lekker aan weekend en vrij zijn, dat het ook kan. Echt heerlijk. En dan denk ik, oh ja, dit. 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 En ik ga eventjes dimmers kopen voor mijn lampen. Zodat ze dus niet zo fel zijn. Dus op zich best wel wat te doen vandaag. Dus dat is wel leuk. Oeh. Je bent zo schattig als je zo liegt, Lucie. Nu ben je echt een klein babytje. Een klein lief babytje. Maar je bent zo lief. Want ze ligt best lekker. Toch, liefie? Ja, je bent lief. Ja, je bent een mooie, lieve baby. Oké, ik ga niet deze tas meenemen op de fiets. Maar mijn rugzak. En ik ga er tie wraps in doen. Zodat ik een fietsband kan kopen. Oortjes. Camera. Tampons, lippenbalsem, haarborstel, portemonnee, nog meer tampons, geen mascara, een proteïnereep mee en water met dit. Ik wil naar Almere gaan fietsen, dat is echt wel een uur fietsen. Ik weet niet of het slim is, want ik voel me dus echt niet lekker, maar ik heb mentaal wel gewoon zin om iets te doen. Dus dan doen we dat, een elektrische fiets, ja weet je. Kan niet echt wat misgaan. Behalve dat hij uit elkaar valt. En dan gaat er ook nog een banaan mee en een retourpakketje voor DPD. Want misschien kom ik eindelijk een DPD-punt tegen. En een shopper. Als ik iets wil kopen. Ergens. Oké, lekker zonder make-up. Zonnebrand zit ook nog in de tas. Het is 14:15 al. Ik ga nog naar Proxen meenemen. En nu nemen. Echt de pijn is. Heel heftig vandaag. Maar toch wil ik wat doen. Hoppa. Ik ga er toch naar boven, want dit werkt ervoor gemaakt. Kijk, dit is sowieso super irritant. Die lamp kan dus niet meer. Maar die stekker zit hier helemaal vast. En ik zou niet weten hoe ik het anders moet doen. Dus ik ga hem eraf halen. Want anders kan ik niet fietsen. En ik had een telefoonhoesje erop. Die valt er net af. Die doet het ook niet. En dit jurkje is veel te koud. Dus ja, dit kan wel. Maar deze man kan dus ook hiervoor, maar ja, dit werkt gewoon niet. Het kan niet de bedoeling zijn, dit rek. Zou het rek andersom erop moeten? Nee, toch? Nee. Nou, ik ga weer naar boven met de inbus eruit halen. Het zit sowieso niet helemaal vast, maar ik krijg die schroeven niet vast. Jongens, kijk waar ik ben. In mijn oude vertrouwde plekje in Muiden. Zo leuk. Vanaf hier is het alleen echt nog 53 minuten fietsen. Ik ben al een kwartier onderweg, dus de tijd die ik op mijn web zeg, is echt niet. Het is niet dat ik sneller ben dan Google Maps met deze fiets hoor. Maar lekker. Even een stop om dit te vloggen. Echt leuk. Ja, ik fiets gewoon echt door Muiden heen als ik naar Almere wil. Ja, hier ging Ha en ik altijd heerlijk barbecuen. Ik moet ook echt om naar Almere te willen letterlijk door Muiden heen fietsen. Ik weet nog niet zeker of ik naar Almere ga, want het is echt nog super ver. Maar hoe leuk. Hier ging ik altijd Comboa kleding shoots doen met Linda en Lotte. Zo leuk. Daar is de kerk. En hier gingen we altijd shooten. Hier is de, maar van dezelfde school als waar ik werk, maar dan die in Muiden. Jozef Muiden. Kijk, de lekkerste snackbar van Nederland. En hier woonde ik dan. Herkennen jullie het nog? Kijk. Oude plekje. Hier wordt zoveel plezier gewoond. Oh, zo leuk. Kijk. Wie van jullie weten dit nog? Laat het me weten. Ik denk heel veel. Ik hoor dat het nu allemaal, dat er veel vluchtelingen hier ook wonen in deze huizen. Ik heb hier met zoveel plezier gewoond. Daar zat Bolly dan altijd naar me te roepen. Oh, te leuk. En daar gingen we altijd lekker buiten. Op de overloop gingen we barbecuen. Echt een goede herinnering.
Oké, ik ben wel op weg naar Almere, maar ik heb deze route volgens mij niet... Het laatste stukje is net anders en kijk, ik ben bij het Zilverstrand. Heerlijk, ik hou eigenlijk zo erg van fietsen. Want een elektrische fiets zorgt wel voor dat je sneller de fiets pakt. Jongens, hoe lekker. Waterstop. Ik voel me niet heel lekker, maar ik moet toch even in de tikken. Ik zie er ook niet uit. Ha? Lekker, joh. Heerlijk. Oh. Ja, ben je lekker aan het genieten? Wauw, deze vind ik echt heel mooi. Maar ik hou dus niet van grijs. Maar ik vind deze eigenlijk nog mooier. Kijk hoe prachtig. Heel mooi, echt heel mooi. Ik vind deze wel heel tof hoor. Echt gek. Misschien wil ik deze wel nog als extra. Ik vind deze ook waanzinnig. Maar ik weet wel dat het niet heel handig is om heel veel badmatten te hebben. Want je gebruikt ze toch niet allemaal. Kijk, dit is ook chic, maar niet bijzonder. Dus vind ik lelijk. Oh, en het groen. Ik ben gek op groen, maar ik denk dat ik hem... minder mooi vindt dan die grijze eigenlijk. Dus die grijze wel wat hebben. Nee, ik vind groen echt prachtig. En ik wil heel graag groen in mijn huis, maar ik vind deze niet zo mooi. Jullie? Zit er nou ook in lila? Oh, deze is ook heel leuk. Oh, deze zou de schoonzus van Lotte heel leuk vinden. Wat een leuke dingen hebben ze. Ik zou het allemaal wel willen hebben. Maar volgens mij is het ook te groot voor in mijn badkamer. Maar wel echt heel leuk. Ik heb deze zonnebril gekocht. Die vind ik wel echt heel cool. En als mijn zwangere vriendin nu kijkt, klik even weg. Dankjewel. Ik vond dit heel erg schattig. Ook echt mooi. En ik ga stuk omdat zij haat dus als je bij baby's een hoofdbandje omdoet. En daarom vond ik dit leuk. Want ik vind het oprecht een heel mooi pakje. Hele mooie kwaliteit. Best wel herstel hoop ik. En dan vond ik het heel grappig dat er dus een hoofdband bij zat. En een super mooie knuffel. Ik heb altijd met knuffels iets van ja, iedereen geeft al knuffels. Dus ik doe het niet. Maar ik vond deze zo chic. Het is blijkbaar een Frans merk. En die knuffeltjes kosten blijkbaar normaal echt bijna 40 euro. Ik vond hem echt prachtig. Echt zo meisjesachtig. Met zo'n kroontje en een hartjesneus. Heel mooi chic. Sterretjes, allemaal laagjes. Dit vond ik nou echt mooi. Dat ik dacht, ja, dit is echt de moeite waard. Ik word dan 17 voor betaald. Het is nog best prijzig. En een hele mooie doos. Dus ik denk niet dat ik die in het babypakket erbij ga doen. Maar misschien nog leuk als los cadeau een keertje. En misschien is het raar dat ik nu in winkels ben geweest. Terwijl ik de ei al heb afgezegd, maar... Ja, ik voel me echt dus nog steeds niet lekker, maar ik probeer gewoon er niet zo over na te denken. En ik doe nu echt lekker iets in mijn eentje. Ik sluit me af van andere mensen. Ik wil bewegen, dus ik heb lekker straks bijna 2,5 uur gefietst. Ik moest echt even wat zomerbroekjes hebben, dus ik heb bij de Primark wat gehaald. En ik vond het leuk om gewoon even de deur uit te zijn geweest. En ik ga nu lekker ook pizza eten met mijn ouders. En dan laat ik hun lekker kletsen, maar ben ik er wel gewoon even uit. En dan, het voelt niet alsof ik hier zieker van word. En als ik naar de eihallen was geweest wel. Maar ik ga nu weer dit nemen, want de buikpijn is echt... Real, net op een hele gore wc. Oh shit, de tampon switch gedaan. Hij viel op de grond, lekker zeg. Ik ga hem gewoon pakken. Ik neem er even nu één. Mijn water is er bijna op. Die bril is heel chic, toch? Volgens mij wel. En de jurkje is uiteindelijk toch heel heet. En dit is wel ideaal. Ik knoop ze dicht en dan zit het gewoon helemaal stevig. En ik heb best veel bij de Primark gekocht, maar ik heb gewoon geen broekjes meer die echt passen. Dus dit is een broekje. Dit is gewoon een heel simpel, lekker thuisjurkje. Nog een broekje. Nog een broekje. Nog een broekje. En dan heb ik nog een blouse, topjes en nog een broek. Een spijkerjasje, ja. Maar dat laat ik nog wel even zien. En nu ga ik weer terug. Ja, nog een uur en 10 minuten. Echt ver, maar wel goed voor de beweging. En het is sowieso niet vermoeiend. Je trapt wel de hele tijd, maar het is niet vermoeiend. Mijn accu ging dus leeg. 10 minuten voordat ik er was. En elektrische fiets als de accu leeg is, niet te doen. Ja, nu ben ik even met de baby. Helemaal bezweet. Zo gezeiknat. Zo zwaar. Maar ik heb het gered. Totdat de accu leeg ging was het leuk. Ik wil niet te veel kiesjes aan jou geven, want ik ben een beetje ziek. En straks word jij ook ziek. Met lief, hè? Ik ga even mijn tampon doen, Chico. Kijk, dat is een tampon. Mooi, hè? Ja, dat is mooi. Dat was echt dood gewoon op de fiets, maar meteen eten. Heerlijk. Hoge vochtigheidsgraad. Oh, lekker! Oh, mijn lievelings als eerste. Yes. Oh my god. Ik zei, ga maar vast eten. Ik dacht, misschien hebben ze al
allemaal caprese pizza's op. Lekker, die pizza's ermee. Dat is precies gelijk. Dit is mijn lievelings. Waarom gebruik je deze niet? Zo. Dit is met, ik denk, aubergine, gele kaas. Gele kaas? Tomaat? Ze gezond ook, hè? Weer. Prima. Deze is wel echt... Chia pudding en... Anders kan het niet. Niet als een leuke influencer muziekje. Nee, niet als ik ga filmen stoppen met schattig doen. Je was juist dik en lief. Doe schattig. Oké, lekker. Iedereen in de vlog denkt dat je niet lief bent. Chic, je moet niet. Dat is niet slim. Je moet juist schattig doen. Zo. Je moet niet druk doen als de camera aangaat. Hij weet precies wat er gebeurt. Vervelend, hè? Want je hebt een telefoon. Ja, hij haat het. Hij gaat erop zitten. Ja, die is zo schattig. Auw. Nu wordt hij helemaal gevelend. Hij gaat erop zitten. Hij gaat het rode lampje. Helemaal gestoord. Ga maar naar Robin. Is zijn nek bijten? Hallo. Dat is vriend. Dus zo. Oh, hij is nu een dik kuikentje. Hij denkt, ik wil weer zo'n lekkere massage van die lekkere man. Nou, het is 7:00 ochtends. Ik ben al sinds 6:00 wakker en ik was zo hard aan het hoesten. Ik word helemaal gek. Dus ik ben even thee aan het maken met gember, sinaasappel. Ik ga nog een kamillethee zal ik hierbij doen en manuka honing. En alleen al even thee maken, het leidt ook af dat je even stopt met hoesten. Maar dat was echt niet normaal. Ik word echt helemaal gek. Goedemorgen. Ik heb tot 12:00 geslapen. Ook daarvoor wel een paar uur wakker geweest. Maar dat is voor mij het enige wat werkt om wat beter te voelen. En ik voel me echt alweer veel beter dan bijvoorbeeld om 6:00 ochtends. En het is best wel een zooi in mijn huis. Ik zou met Haal spreken vandaag, maar hij is nu gewoon nog met een vriend. En ik heb iets van, ja... misschien om beter te worden kan ik beter gewoon lekker mijn eigen ding doen en straks even lekker naar buiten, maar ook opruimen. Ik bedoel, ik moet de vaatwasser uitruimen, want hier ligt nu ook vaat. Mijn keuken is niet helemaal clean, het is een beetje rommelig. Hier heb ik net al mijn spullen van gisteren uitgestald, het is rommelig. Rommelig, ik wil mijn spiegel ophangen. Hier is het ook rommelig. Twee retourpakketjes en dit zou dus voor de eihallen nog zijn. Rommelig. 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 Kijk, het ziet er allemaal eventjes niet uit. Dus ja, het ziet er ook allemaal niet uit. Dus even lekker. Nou ja, wat ik elke week doe eigenlijk. Oeh, als ik mijn raam dus echt goed open wil doen. Dat gordijn is er trouwens los, maar ik krijg het niet vast. Dus er ligt daar een haakje. Maar dan moet ik dus eigenlijk hier opstaan. Kijk, lijkt me of ik aan het strand woon. Haha, funny. Ja, dit moet allemaal opgehangen, maar ik had dus allemaal haken voor de eihallen en deze tas gedaan. Die kan ik niet meer gebruiken. En nou, dat soort dingen moet ik dus vandaag gaan doen. En dit is dus mijn shoplog. Lekker 4 broekjes. Topjes die je tegenwoordig ook veel Insta gepromoot met al een BH erin. Niet gepast, maar ik ben wel benieuwd. Grijs en zwart. 2 BH dingetjes. Nog zo'n topje. Ja, ik ben benieuwd. En mijn accu moet ik even gaan opladen. Ik vind het wel echt heel aandoenlijk hoor. Heel liefelijk. Ik denk dat ze het heel schattig vindt. Gisteren de boor weer van Jos bij Jos opgehaald. Die mag ik weer lenen. Hij had hem eindelijk weer beschikbaar. Oh, ik zie nu dat er weer 2 bloemetjes dood zijn. Huh? Nee, deze heb ik gisteren gemist. Die kan niet in 1 dag zo dood zijn, toch? Deze kan nog... Maar ik vind de spiegel dus hier wel leuk. Ik hoop dus dat die groot genoeg is dat ik ook iets van mijn lichaam kan zien. Die kwantumspiegel komt dus helemaal niet online. Maar ik dacht dus of... Hier, maar ja, dat kan je dus niet zien. Of daar. En hij zou ook gekanteld boven de eettafel heel mooi zijn. Maar dan heb je er niks aan qua je lichaam erin zien. Dus die moet ik vandaag gaan ophangen. Hoppa, hij is wel heel leuk, hè? Oké, ik ga het als er... Hi, Poesie. Je lekker in de kattenbak? Ik voel me nog niet fit, maar het slapen... Langere slaap heeft echt geholpen. Dat is bij mij echt een lifesaver, waardoor ik altijd wat sneller beter word. Maar ik was laatst ook nog ziek, dus ik snap echt niet dat ik alweer ziek ben. Ik snap er niks van. Het ging juist wat beter, vond ik. Oh, de vaat is weer nat. Dan moet ik er misschien weer zout in doen, want het had wel gewerkt. En misschien ga ik even dat spoelmiddel doen. Dat spoelprogramma wat ik had gekocht. Mijn brein op dit moment be like, maak content voor je vlog. Altijd.
altijd denk ik, ik heb geen content en dan ga ik editen en dan blijf ik toch heel veel leuke dingen te hebben gefilmd. Maar deze keer denk ik echt dat ik niks heb. Volgens mij is het dit keer echt zo, dat ik echt geen uur aan content sowieso heb en ook geen hele leuke content. Oh ja, dit spul. Oh, glansspoelmiddel heb ik nog geen één keer gedaan, vergeten. Oh, die heb ik hierbij gevuld toch, ergens? Ah, ja. Kijk, misschien is die op. In dat vakje. Dat is van heel geleerd. Dat is het niet. Ik wist het oprecht niet, dat het hierin moest. Misschien was die op. Nee, zo zie je niet op mijn hele vader als je loopt niet op. Dat was het niet, maar er kon wel wat bij. Dan dacht ik, dan ga ik een keer dat spoel dishwasher cleaner doen. Dan doe ik een schoonmaakprogramma. Van dat spul van de Action. Kijk, ik zet het dan dus niet terug met plasticje. Wat vind je dat zo irritant? Zal ik even een spoelprogrammaatje doen? Moet dat helemaal erin? En waarin dan? Rider. Laatste fles ondersteboven in de machine. Start de lege machine op 60 graden. Oké. Okay. Is goed. Eerst even de bestekbak uitladen. Lot stuurt me net dat ze dus ook ineens doodgaat van de ongesteldheid, terwijl ze dat nooit had. Maar we zijn nu dan wel menstruatie-twinnies. Hé, hey, we zijn nu dus menstruatie-friends. Dat is leuk. Het voelt niet echt vies hoor, moet ik zeggen. Maar ik ga wel even... Ik bedoel, machine care. Maar is dat 60 graden? Of moet ik hem gewoon op 60 graden zetten? Ik denk machine care, maar ik weet het niet. Ik heb ook een app, ik ga even kijken. Ja, dit ga ik doen. Ze hebben dus bij de Primark van die slaapjurken. Ik heb deze dus, misschien herken je hem wel, in het lila. En ik dacht dus al dat het dezelfde was. Ik weet niet of die ander ook een split heeft, maar... Het is dus dezelfde. En dit is dus super mooi. Als zomerjurkje. Niet een fantastische kleur, een beetje peel groen, maar wel leuk. En deze had ik niet gepast. Oh, ik heb alleen de broekjes gepast in de winkel. Maar hier ben ik ook heel blij mee. Ja, ik buk even. Wow, ze lijkt dat ik heel het in de benen heb, maar ik zag gebukt. Heel mooi blouseje. Heel blij mee ook. Ook niet een waanzinnige kleur, maar wel een hele mooie basic. Beetje mannelijk, maar het is echt een heel fijn mooi stofje. Dus... Dat is heel leuk. Ook heel leuk in een broekje of zo. Ja, hallo. Heel blij dat ik eindelijk weer shortjes heb gevonden. Dit is de Fray, F-R-A, Griekse ijsshort. En die heeft een beetje stretch. Ik dacht eerst dat ik dat niet zo leuk vond bij een shortje. Dat hij dan ook meereikt met je buik. Hier blijf ik het niet heel mooi vinden. Maar ja, weet je, boeit niet heel erg verder. Vind ik hem namelijk wel gewoon mooi vallen. En ja, dit kan ik zo aantrekken. Heel blij mee, want ik had dus eigenlijk gewoon echt geen shortjes die gewoon lekker zaten. Omdat ik gewoon wat zwaarder ben dan vorig jaar. Ach, dit zie ik zo vaak bij mensen boeien. Niks boeiends verder. Maar wel goed. Blij mee. Deze heet High Waist Short. Ja, het is grappig, want dat is dan... ja, die van vorig jaar past niet meer. Maar ik vind deze dan wel gewoon mooi zitten. Ik vind mijn benen ook gewoon goed eruit zien. Ja. Even zo. Goed toch? Echt blij mee. Maar dit zou ik dan, dit knelt dan precies zo in je taille. Dus dat vind ik dan als je gaat zitten, minder lekker. Dit is wel een soort short waar ik het meest van hou. Lekker blauw met een beetje van die rafeltjes en zo. Ja, leuk. Maar die vorige is dan beter wat betreft comfort. Als je gaat zitten. Maar dit is juist weer leuker met een kort topje als je bijvoorbeeld... Ja, juist een activiteit gaat doen of zo. Dan is dit juist zo mooi wat je dan nog een beetje zo te kort topje kan dragen. Dit heb ik ook niet gepast en dat vind ik ook niet super leuk of zo. Maar dit vond ik gewoon heerlijk. Als een soort van strandjurkje. Stel je gaat een dag naar het strand, je moet even heel snel iets luchtigs aan. Heel zacht, heel dun stofje. Echt heerlijk. Het is eigenlijk best een leuk jurkje, maar het is gewoon niet helemaal mijn stijl. En er zit helemaal geen vorm in. Ook gewoon heerlijk als je bijvoorbeeld een dagje zoals nu gaat schoonmaken. En je wil gewoon even snel wat aantrekken. Maar mooi? Nee, niet mooi. Dit is dezelfde broek als die blauwe, dus highwaist short. En deze zit net iets lekker. Ik vind het heel leuk oranje met zwart. Ik heb het volgens mij nog nooit eerder aan gehad. En dit topje heb ik ook in het wit. Gewoon helemaal chill. Heerlijk, lekker makkelijk. Ja. En dan heb ik nog dit broekje. Dit vinden veel misschien heel lelijk. Hij was ook in de sale. Het is net een beetje zo'n raar wijd model. Maar ik vond het wel grappig. Hij maakt wel breder. Dit topje is wel heel mooi zeg. Met dus een ingebouwde BH erin. Voor warme dagen, heel eerlijk, zou ik het niet dragen, want ik ben gewoon van comfort. En ja, je borsten zijn wel groter en mooier erin, maar ik vind het dan niet zo lekker. Al die stof en zo'n band eronder. Het broekje is misschien niet super mooi, maar ik vind hem wel leuk om te hebben. Ja, ik draag altijd, als ik hem zo zie, vind ik hem heel raar.
Maar ik draag altijd broekjes in de zomer, dus ik vind het lekker. Ik zou hem ook niet combineren met deze kleur top. Ja, ik vind het printje dus heel leuk. Het is net een beetje een raar zakkerig model. Maar voor 8 euro ben ik er blij mee. Ja, het is een raar model, maar wel leuk. Of zo, ik weet niet. Nee, eigenlijk niet leuk, maar toch vind ik het leuk. Ik weet niet of dit helemaal voor mij gemaakt is, dit soort topjes. Maar ik dacht, ik probeer het gewoon. En ik had geen zin om helemaal in de rij te gaan staan. Dan had ik nog dit spijkerjasje wat niet leuk is bij deze outfit. Maar ik vond het grappig hier aan dat het heel licht stofje is. Heel kort, dus ook leuk voor in de zomer op een broekje of zo. Maar om even goed kijken hoe je het stelt. Want ik vind dit nu een hele lelijke outfit. Maar op een of andere manier verdwijnen mijn spijkerjasjes altijd. En vaak zijn ze ook heel warm. Dus deze, ja, vond ik heel chill. Kijk, gewoon ook leuk van achter, zo lekker zomer. Zo lekker, oh hi. Chill, vibeje, lekker makkelijk. Ik heb toch even een jasje erover. Ik ga dit, ik vind die topjes helemaal niks, die zwarte en die grijze. Oh nee, ik vind het echt verschrikkelijk beklemmend. Doe mij dan maar gewoon los dat iets hoor. Nee, ik vind het helemaal niet lekker. Maar wel een tip voor heel veel andere mensen. Ik moet even kijken hoe ik het ga stylen. Want hij valt dan eigenlijk net te lang. Maar je kan natuurlijk ook in je broekje doen. Dus ik moet even kijken waarop die leuk is. Ik bedoel, ik zou hem alsnog dragen hoor. Ook als hij niet super leuk bij iets staat. Want het is gewoon handig en prima. Maar je kan het natuurlijk ook echt heel leuk stylen. Ik heb hem ook niet echt gekocht als een soort van style icon. Maar meer een leuk jasje voor de op voor de zomer. Maar ik hou heel erg van denim on denim. Dus ik ben wel benieuwd wat voor doekjes ik hier leuk mee kan maken. Het is vooral ook leuk dat het dus van achter ook gewoon lekker leuk is. En niet zo... Ja, kijk, hij valt wel net dan over dat smallere. Waardoor het is mooi natuurlijk als hij nog korter was geweest. Hè? Want dan heb je iets meer die accent dingen. Misschien is het een beetje net niet lengte. Maar goed. Hij komt van pas sowieso. Want ik hou van spijkerjasjes en is lekker... Woehoe. Lekker easy going. Dit is mijn dimmerhaal lookje. Ja, ik ga dus even dimmerlampjes halen. Het zijn dus ledlampjes. Maar ze zijn dus heel erg fel. Dus dan moet je ze kunnen dimmen. En dan heb je dus van die draaiknopjes. Dus we moeten even goed kijken. In beide lampen heb ik dus dezelfde lampjes. Heel veel van die. En die zijn dus dimbaar. Dit is het lichtknopje. Dit heb ik zelf niet zo mooi gedaan. Dat betekent dat ik dus... Ik ga even in de bouwmarkt vragen. Ik ga even hier een foto van maken. En dan denk ik dat ik hier alleen zo'n draaiknop voor nodig heb. Want kijk, nu is hij dus echt heel erg fel. En ik hou meer van gedimd. Het is wel warm. Dus ik heb expres warm en dimbaar gekozen. En deze is dus precies hetzelfde. Hoppa. Wel mooi, maar net te fel. Maar hier heb ik er dus twee. Want die ene is van die grijze lamp. Dus dat betekent dat ik dit moet vervangen... Voor twee kleine knopjes. Dus ik ga even zoeken in de bouwmarkt. De telefoon is leeg, dus ik wacht heel even met gaan. Anders zit ik zonder telefoon en dat vind ik niet chill. Maar ik vind het lastig met de spiegel. Want ik vind hem heel mooi in deze hoek. Maar het liefst heb je hem dan hier. Maar hier zitten die lichtknopjes. Het liefst heb je hem hoger. Maar dan kan ik alsnog mijn outfit niet zien. Dus hij moet dan eigenlijk zo. Maar dit is toch heel raar en random. Anders moet ik hem dus niet als passpiegel gaan gebruiken. Kijk, jullie kunnen het nu zien, maar ik niet. Ik ga zo even mijn vlog terugkijken. Ik denk dat dat heel leuk is. Maar kan dat ook? Nee, hij kan alleen maar zo. Ik heb al zoveel spiegels waarin ik mezelf niet kan zien. Zo. Boven de knopjes is ook raar. Dus dit is dan een optie. En dan kan ik eigenlijk mijn hele outfit ook zien. Maar wat is dit leuk? Het is praktisch. Ik vind het dus wel heel mooi hier in deze hoek. Al helemaal bij mijn nieuwe lamp. Van lamp en licht dus. Zien jullie dat? Kijk, die matcht hier gewoon super mooi bij. Het hele geheel is dan wel heel mooi. Maar hier, ja, nu lijkt het hier natuurlijk leger doordat dit er nu niet staat. Maar anders wordt het dus hier. En hier vind ik de kleur goud wel minder mooi matchen. Dus dan wordt het zo. Dit is wel een mooiere ruimte waar meer plek is. Maar ik vind de kleur daar beter tot z'n recht komen. Hier vind ik de kleur goud gewoon minder mooi ogen. Dus. Wat vinden jullie? Al heb ik al besloten waarschijnlijk. Ik ben wel benieuwd wat jullie vinden. Beige past hier gewoon mooi met goud. Ik ga even mijn vlog terugkijken of het er een beetje uitziet aan die muur. Ik vind het lastig hoor. Ja, hier kan het ook nog. Maar daar hangt dan hetzelfde soort spiegel. Zo kan je wel jezelf zien. Ik zonde. Ik denk dat ik hier gewoon een
lange paspiegel moet gaan hangen. Dan gaat die robot weer aan. Ja. Lekker lookje dit, hè? Heerlijk. Ik zet heet het de robot op pauze, zodat ik dus kan vloggen. Dus hij staat echt al zo lang. Ze is aan uit. Ik moet echt naar de kapper. Het is te lang. Ik ga nu, want anders gaat ik erbij dicht. En dan ga ik even die dimmers halen. Tot zo. Kijk, ik denk dus dit voor de woonkamer. En dit voor de slaapkamer. Ik denk dat dit genoeg is. Maar er staat niet op, want H zei je moet echt hebben voor LED. Hij zei pas op dat je wel de goede neemt. Maar als ik nu kijk, zie ik alleen dit. Ik denk dat dit goed is. Maar kijk nog even. Kijk, hier heb je ook nog... Oh, dit is wat anders. Oh, misschien zie ik meteen het knopje wat ik nog nodig heb voor mijn huis trouwens. Alleen wat was dat ook weer? Wat ik nog nodig had? Ik weet het niet meer. Kijk, hier zie ik ook nog... Oh, dit zijn centraal platen. Hier heb je dan nog merkjes. Dit is dan dus karwei, maar je hebt ook Jung. Ik weet dat mijn huis is met Jung. Inbouw voor dimmer. Maar ja. Deze is wel mooier, moet ik zeggen. Maar hier zie ik geen duo van. Ja, kijk. Dit is wel mooier, hè? Zou er verschil tussen zitten? Ik ga het wel even vragen. Hoe zie je zo schattig? Als je ineens thuis komt en zij ligt al te slapen en kijk je zo aan van, ben je er nu alweer? Oké, waar je dus rekening mee moet houden. Je bent veel te warm voor een kleine witte kitten. Waar je dus rekening mee moet houden als je net als ik dus voor dezelfde lampjes gaat. Dezelfde sterkte en felheid. En dus ook wil kunnen dimmen. Dat je er dus ook dimmer bij moet gaan kopen. En dat betekent niet alleen het ronde draaiknopje, maar ook echt een dimmer die eronder zit. En dat is wel... Van het huismerk was het echt 50 euro, maar ik had de mazzel dat er nu een stapelkorting was. Ik heb dus voor de zekerheid ook dit opnieuw, want hij zei het kan dat de dingetjes, de wandcontactdozen en de, hoe noem je die andere dingen? Het kan dat je die afdekramen, dat die niet meer passen. Zij zei je kan het anders later halen. Ik zei nou ik neem het alvast mee, want ik moet het nu vandaag afmaken. En anders kan ik het altijd nog terugbrengen. En dan heb je dus een duo dimmer, ik dus. En een universele dimmer nodig. Dus dit heb je nodig. Dit gaat eronder. Dit is dus wat ervoor zorgt dat het kan dimmen. Dat zijn dus niet deze. Dit zijn puur de knopjes waarmee je dat kunt aandraaien. Dus ik heb een normale en een duo. En dan heb ik dus voor de zekerheid ook nieuwe afdekraampjes en nieuwe wandcontactdozen. Mocht die niet passen. Ik denk dus dat het misschien wel past. Maar ik dacht voor de zekerheid. Dus dat. En dan heb ik toevallig ook nog eventjes een kwast gekocht nu ik er toch was. Want ik moet natuurlijk nog steeds de schade in mijn huis gaan aanstippen. En een blokkwast om mijn meubels buiten te bijten met die houtbijts. En dat was het. En het was dus echt duur. Ik was 112 euro kwijt. Maar van die ene, die duo dimmer, is dus 80 euro. Daar ging nu 32 van af. Dus dat was heel fijn. Die man dacht dat het niet meetelde met de actie, maar wel dus. En die normale dimmer is 50 en daar ging 20 van af. Maar je kunt dus ook gewoon niet dimmen natuurlijk. Deze lampen kopen en gewoon er licht in doen. Zodat je het gewoon op één soort licht hebt wat jij mooi vindt. Dus ik ga daar nu even mee aan de slag. Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Dan ga ik even beginnen met de woonkamer. Dit zou er gewoon zo af moeten gaan. Hoe moet het ook weer? Oh nee, ik moet eerst deze dan eruit halen. Ja. Oké, heb ik een schroevendraaier nodig. Even wat meer licht. Ik ben even lui, dus ik doe het even zo. Oké, schroef die eruit. Zo. En dan moet ik denk ik dus... Ja, deze moet er dus ook af. Dat zilveren. Maar die dan niet. Lijkt me. Of wel? Ik ben wel benieuwd. Wel leuk om weer wat in mijn huis te doen. Dat vind ik wel leuk. Ik mis het wel hoor. Ook de klusvlogs. Nou, dit is weer een soort klusvlog dan. Ja, even kijken. Oké. Wow. Ik heb dit nog nooit in mijn leven gehad, een dimmer. Mijn ouders hebben dat wel heel vaak. Maar ik heb het nooit gehad. Kijk, zo ziet dat er dus uit. En nog een rondje erbij. Even kijken. Ik lees nooit de gebruiksaanwijzing, maar nu is dat wel handig. Ik hoop niet dat ik het helemaal op draad moet aansluiten. Ga ik wel de spanning uit? Oh nee! Nee, dit moet helemaal elektricien-achtig. Oh. Nee. Oh, jongens. Oh, dat meen je niet. Ik moet, dit is echt elektricien-dinges.
Ik dacht, ik ga cool doen met mijn nimmers, maar dit is best wel... Dit heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Ai. Schakel wel de stroom uit dan. Maar dit moet dus eraf en eruit. Maar ik heb dit dus nog nooit in mijn leven gedaan. Ik dacht, ik ga nog even verder met die spiegel voordat het te laat is om te boren. Kijk dan. Ben ik dus aan het kijken hoe die mooi kan hangen. Helemaal weer schade. Ja, deze verf is echt idioot hoe snel dit beschadigt. Dat is toch niet normaal, jongens. Alsjeblieft, zeg. Het zit weer helemaal onder. Oh. Oké. Ik dacht, ik hang hem vast aan eentje, want dan kan ik kijken of het mooi is. Maar ik heb nu al geboord. Dus ik moet nu even het tweede gat gaan boren en het niet scheef gaan meten. Oh ja, watervals. Zo deden we dat. Moeten we even nadenken hoe ik dat ook weer altijd deed. 33 en dan 1, 2, 3 streepjes. 33 en dan 3 streepjes. Oké. 1, 2, 3. Ja, dan moet ik ook nog maar net goed gaan boren, hè? Huh? Dit is toch scheef? Dit is heel scheef. Oké, ik heb even hulp ingeschakeld, dus iemand komt zo even mijn elektra doen. Ik zou zelf wel kunnen, maar liever niet. Oké, moment of the truth. Please tell me. Ik voel me trouwens best oké. Het kan niet fout zijn. Ik zou wel willen leren om elektra te kunnen aansluiten, maar niet op dit moment in mijn leven. Oh, zeg maar, je ziet dat ik goed heb geboord. Nou. Ja. Bedankt. Nu nog hopen dat het leuk staat. Het is niet het perfecte. Weet je, het is niet het allerleukst. Daar was leuker geweest. Maar zo kan ik wel mezelf zien. Niet tot helemaal beneden, maar wel tot hier. En zo kan ik tot beneden. Zo is het voor nu gewoon goed. Ja, even schoonmaken. Het is sowieso niet lelijk en dan hangt hij tenminste. En ben ik ook niet na 6 uur aan het boren, want dat is vervelend voor de buren. En ik heb niet scheef geboord. En ik denk ook dat het niet heel erg opvalt als hij niet 100% waterpas zou hangen. Maar volgens mij hangt hij helemaal waterpas. En misschien heb ik dan niet eens meer een andere spiegel nodig. Dan heb ik straks ook mooie lampjes. Pas op met dit aanraken, wou ik zeggen. Want dit is echt super heet. Probeer een thumbnail te maken, robot. Oh, jij zegt meteen al het stof op. Maar is dat wel goed voor jou? Word je dan niet beschadigd? Maar deze robot moet ik ook terugsturen natuurlijk. Ik dacht, ik maak weer een keer een thumbnailtje, want elke woensdagavond heb ik geen thumbnail. Wat wel heftig is, is dat je nu de hele tijd een spiegel ziet. Plus, het is een soort lachspiegel van veraf. Dus ik lijk nu heel dun uit de verte. En dat is heel raar en verwarrend voor je hersenen. En als je dan dichterbij komt, nu is hij normaal. Dus nu ben ik normaal. En nu ben ik een lach. Wat uitgerekter. Dus je zit dan de hele tijd in de spiegel te kijken. Maar goed, we doen het er maar mee. Ja, dit is dus ook al beschadigd. Ik weet niet hoe. Waarschijnlijk kan mijn kleine teen er tegenaan of zo. Dan wordt het hier al. Gaat de muur al kapot. Dat is niet normaal. Heerlijk dit. Zo'n cleaning. Maar Robot, hier heb je het nog niet heel goed gedaan, vind ik. En dat komt denk ik een beetje door de stof. Tadaa! Kijk, als ik dan draai, kan ik nog verder. Zie je? Verder. Hoppa. Of lekker wat meer. Wat dit. Mooi, hè? Of uit. Ook heel mooi. Op beeld zie je het niet zo erg als ik het zie, maar die match met die lamp en die spiegel en alles is echt prachtig samen. Dus ik ben er heel blij mee. En nu is hij lekker gedimd.
Yay! Heb je nou geen zin in elektricien en dimmers en dat soort dingen, kun je deze lamp dus ook gewoon kopen zonder dimmer. Ik heb dus deze lampjes erin zitten en ervoor gekozen om wel te dimmen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik vind hem echt heel gaaf en heel tof. En de mensen die nu binnen zijn geweest zeiden meteen, wat een gave lamp. Zelfs het huis voor de slaapkamer. Super vet. Dacht, ik film even van onder lekker. Yo, mensen. Ik moet nog even het laatste lampje erin doen. Kijk. Kijk. Amen. Zoveel kan niet. Maar meestal wil je lekker romantic light. Top, hè? Heel blij mee. Echt heel leuk. En check dus zeker de kortingscode bij lampenlicht.nl. Hier in beeld en in de beschrijving. Meteen even mijn bed verschonen. Het ziet er ook niet uit, maar sowieso wel lekker als je een beetje ziekig bent geweest. En ik verschoon het eigenlijk elke week. En het is al bijna 6:30, maar ik heb hem droger. Dus ik red het gewoon nog om voor vanavond dit te doen. Hoe chill is dat? Heerlijk. En ik doe die twee kleuren gewoon bij elkaar. Het is 6:30. Ik was net begonnen met knoflook in de pan doen. Ik ga lekker dus op zondag, ook al is haar er niet, een lekker pastaatje maken met selderij, courgette, prei en gerookte zalm. Want dat moet allemaal op. En dan ga ik denk ik een deel weer invriezen of zo. Mijn boodschappen van Albert Heijn zijn er. Ik heb ook nog bij de picknick besteld. Ik heb lekker komkommertjes, tomaatjes, chiazaad, twee soorten waterijsje. Ik vind dit puntje altijd zo lekker. Dit gaat nu door de pasta. Dit is voor een vriendin, appelpaai cocktails. Oh nee, dit had ik eventueel ook om door de pasta te doen. Maar vorige keer kon ik hier prima tegen, dus deze bewaar ik dan. Maaltijdsalades heb ik al jaren eigenlijk niet gekocht, omdat het altijd vrij veel calorieën bevat. Maar ik had hier heel veel zin in. Ik dacht misschien heel lekker als lunch op mijn werk. Dat ik echt ineens helemaal zin in was in de aanbieding. Dit is om mijn chia pudding te maken en nog blauwe besjes. Zo, het ziet er niet heel lekker, maar dit is dan ongeveer 60 gram pasta, dus dat is niet zoveel. Wel roomsausje. En dan dus, tenminste van zuivelspread, zalm. Heel veel groenten, dus echt super veel selderij, super veel courgette en super veel prei. Dus dat is wel lekker. Het ziet er niet heel lekker uit, maar je ziet ook niet dat er super veel groenten in zit. Wel grappig, maar dat zit er dus wel in. En ik heb nog heel veel over en dat ga ik dan lekker, ik denk morgen, en invriezen. Lieve schatjes, ik ga slapen. Ik heb net echt lekker nog even met haar gebeld. Het is nu een beetje laat, 11:30. Maar ik heb heel veel zin in morgen, omdat het zo goed gaat in de klas. En al voel ik me niet helemaal lekker, heb ik alsnog geen stress. Weet je, dan denk ik, oh, dat komt sowieso goed, want ze luisteren zo goed. Dus dat is echt zo fijn. Ik hoop dat je de vlog leuk vond. Ondanks dat ik alweer ziek was. En ik vind dat ik het goed heb gedaan met mijn ziekheid. Want ik heb alsnog leuke dingen gedaan. Heb jullie gefilmd. Dus duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter. Alsjeblieft niet over het eten. Niet alleen maar iets anders, please. En ik zie je graag volgende week weer op Insta. Doei.